Attention pour le décompte final. 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Hallo beste kijkers, welkom hier in de UGent Volkssterrenwacht Armand Pien, waar we vandaag een beetje gaan praten over ruimtevaart. En dat doen we vandaag met Koen. Koen zit hier naast mij. Koen, kun je even laten weten aan de mensen wie dat jij bent? Ik ben dus Koen Geukens. Ik ben ondertussen sinds mijn 12, 14e bezig met ruimtevaart en 30 jaar geleden ben ik in de Vereniging voor Sterrenkunde de werkgroepleider ruimtevaart geworden. En dat is allemaal hobby, vrije tijd geweest. En sinds kort, 2 jaar geleden, ben ik educatief medewerker geworden bij de collega's hier van Armand Pien bij Volkssterrenwacht Urania uit het Antwerpse. Inderdaad, en ik denk dat we Koen gerust een van de grote ruimtevaartkenners in Vlaanderen moeten. Groot is al een beetje overdreven zijn, van 1,76 meter. Oké. Vind ik groot genoeg. Nu, we zitten hier niet alleen, Koen, vandaag. Hè. We hebben ook enkele collega's, ook andere educatieve medewerkers, maar dan van de Gentse Volkssterrenwacht, hier aanwezig. We hebben bijvoorbeeld Maaike Dubois, zij is onze sidekick vandaag en zij zal zorgen voor de juiste beelden die hier verschijnen, de juiste video's en zo meer. En ze heeft ook heel wat voorbereiding gedaan, vooral voor deel 2, daar komen we straks toe. En zij zal trouwens ook de reacties van u als luisteraar gaan bekijken, want u kan zelf ook reageren op wat hier gezegd wordt of eventueel een vraag stellen. En dat zal Maaike dan, indien de tijd het toelaat, aan ons laten weten. We zitten ook vandaag met Vincent Verhoeven, die aan de tafel van de techniek zit. Luisteraars die eens willen rondkijken, kunnen trouwens switchen naar de 360 graden stream, die ook op onze pagina te vinden is. En dan kan je de hele zaal zien. Vincent is niet alleen de man van de techniek vandaag, hij heeft ook gezorgd voor de website en ook voor een heel interessante extra activiteit, want je kan vandaag ook op bezoek gaan in onze sterrenwachten. Spijtig genoeg, Koen, mochten we niemand binnenlaten vandaag, buiten deze 4 mensen. Dat is coronabeleid natuurlijk. Maar jullie kunnen wel van thuis uit de sterrenwacht gaan bezoeken. Je kan een virtuele wandeling maken in ons gebouw. Maar niet vergeten dat ze ook tussendoor nog naar de livestream moeten kijken. Ja, zeker. Ja, ja. Doe het misschien tijdens de pauze, dat is ook een optie. Hè? Maar dat kiest u zelf natuurlijk. Je kan dat doen gewoon door te gaan wandelen, een beetje zoals in Google Maps, Google Street View, kan je door onze sterrenwacht wandelen. Maar je kan ook, als je zo een VR-brilletje hebt met je smartphone, echt een VR-beeld krijgen van onze sterrenwacht. Hè. Dat is een heel leuke activiteit. Er is trouwens een extra reden, Koen, om die wandeling te doen. Want gedurende de uitzending loopt er ook een woordraadsel. Ja, en er zijn prijzen te winnen natuurlijk. Hè. Nu, dat woordraadsel dat zal regelmatig verschijnen onderaan op het scherm wanneer u aan het kijken bent. En u zal zien dat er een aantal letters te raden zijn. Hè. Dus je hebt hier 5 woorden, in totaal 19 letters. Af en toe krijgt u een letter cadeau. Je kan dus best wel even een papier en een stilo bij u houden, want af en toe krijg je een letter en dan kun je het nummer van die letter en de letter zelf noteren. En dan kan je, naarmate je meer letters hebt, steeds meer proberen het woord te raden. Wat valt er nu te winnen? Wel, er zijn een aantal interessante prijzen. De winnaar van vandaag die krijgt dit boekje. En dat is nogal een primeur, Koen, want Karel Van Acoleyen is een onderzoeker bij UGent in de vakgroep Sterrenkunde en Fysica. Hij is de man van de theoretische fysica eigenlijk en heeft een boekje geschreven, de relativiteitstheorie. Dat kennen we natuurlijk van Einstein, maar hij heeft het net iets gemakkelijker dan Einstein proberen maken. Gelukkig. Dus naar eigen zeggen begrijpbaar voor de leek, voor u en ik, Koen, maar ook voor de mensen thuis. Dus we hebben hier een gesigneerd exemplaar die u kan winnen als eerste prijs. Bij de eerste prijs hoort ook nog eens zo'n VR-brilletje waar ik het daarnet over had, waar je het smartphone kan insteken. En een van de activiteiten van Karel Van Acoleyen is ook een VR-wandeling in het Gentse met een soort relativiteitseffect. Hè. Maar dan moet je maar eens lezen op onze website over wat het precies gaat. De tweede en de derde winnaar die krijgen ook een boekje en die mogen zelf kiezen. Ofwel kiezen ze 100 kindervragen over de ruimte, over sterren en planeten. Ofwel kiezen ze 100 jaar observatorium in Gent. Beide boekjes zijn hier in huis gemaakt en ja, worden hier normaal ook te koop aangeboden. Maar dus vandaag kan u het winnen. Gratis en voor niets. Ja, nog even kort misschien. Het is enige inspanning uiteraard, want je moet het gratis doen. Ja, ik zou het ook niet helemaal gratis noemen. Het is zwoegen en werken. Hè, Koen. Of toch tenminste heel onze uitzending uitkijken. Dat is zwoegen en werken. Ja. Inderdaad. Nu, om mee te doen, het is vrij eenvoudig. Je gaat naar onze website. Onderaan rechts is er een chatvenster, een tekstballonnetje. Je kan dat aanklikken en daar op de chat ga je uw naam, uw e-mail en het antwoord op de vraag natuurlijk gaan doormailen. Na de uitzending zullen we dan kijken wie dat er gewonnen is. Oké? We gaan vandaag niet alleen praten over het onderwerp, dus we zijn nu in deel 1. En deel 1 gaat over een bezoek, een ruimtevaartmissie, naar de manen van Jupiter. Of naar het Jupiter-systeem, zal ik maar zeggen. En we hebben gelukkig vandaag een gastspreker uitgenodigd, een professionele wetenschapper die daarmee bezig is. Het is de ESA-wetenschapper Hans Huidrich. Laten we eens even kijken wie dat Hans is. Je ziet het zelf, Koen, de man komt uit Limburg. Uit Tongeren hadden wij gedacht, hè, maar dat bleek fout te zijn. We hebben 5 minuten voor de uitzending ontdekt. Dat zal hij straks misschien nog toelichten. De man houdt ook van profielfoto's met gekruiste armen, denk ik. Maar dat is iets minder relevant. Maar ik heb, om hem te plagen, er toch even overal opgezet. Maar hij houdt ook van technische universiteiten, heb ik de indruk. Want hij is afgestudeerd als master als ruimtevaartingenieur eigenlijk bij TU Delft. En is later gaan doctoreren in de Technische Universiteit van Braunschweig. Weet jij Braunschweig liggen? Nee. Ik ook niet. Misschien zal hij dat straks nog zeggen. Ik stel voor dat we even kort kennis maken met Hans. Maar we gaan op het interview wel nog even moeten wachten. We gaan even kijken of dat we Hans in beeld krijgen. Een klein momentje. We moeten even switchen. En daar hebben we hem. Hans, kan jij ons horen? Goedemiddag. Ja, inderdaad. Ik kan jullie horen. Goedemiddag. Prima. Wel Hans, jij komt niet uit Tongeren. Klopt, ik kom eigenlijk in Lummen, dus wel uit Limburg. Ja, ja, wel uit het verre Limburg. Je bent ook actief geweest in Limburg. Je bent nog vrij jong, maar ik zou toch zeggen in je jeugd was je erg actief bij J.V.S. Descartes. Kan je even toelichten wat dat is? Klopt, J.V.S. Descartes is een jongerenvereniging voor sterrenkunde en sterrenwacht op de Kosmodroom in Genk. En daar ben ik lid geweest van toen ik 10 was en dan later ook actief in de vrijwilliger bij de leiding. Oké. Ja, het is een beetje de Giro Scouts, maar dan met een sterke saus bovenop. Prima. Goed, ja, we gaan het wel vandaag over je werk hebben, want jij werkt bij ESA, nietwaar? Kan je misschien kort even toelichten wat uw job is? Ik ben een wetenschapper bij de ESA. Ik ben vroeg in mijn carrière en ik verdeel een soort speciaal programma waar jonge wetenschappers de kans krijgen om 3 jaar lang ervaring op te doen bij de ESA. En ik werk dan mee aan een ruimtemissie die naar Jupiter zal gaan, die heet JUICE, en die gaat vooral de manen van Jupiter bestuderen. Oké, ja. Ik stel voor, Koen, dat we, Hans zegt het zelf, het gaat over een ruimtevaartmissie die JUICE heet. Ja, een sappige missie. Een sappige missie. Dat we even gaan kijken wat het precies is. Hè? Ja. Nu, om het misschien kort en bondig eens in te leiden, heb ik het gevraagd aan enkele experten om dat te doen. Alright. Dus laten we eens even kijken. Ik moet even van kanaal wisselen terug. I am very happy to have collaborated in one of the most important science instruments in JUICE mission. And I cannot wait to learn all the things that we will learn. It's very difficult. Jupiter is een planeet. En heeft sterren. En wolken. En een rode bal. Bonjour, je m'appelle Lionel Van Laken. En tant que jeune ingénieur, j'ai eu la chance de travailler sur le spectromètre MAJIS, qui est un des 11 instruments qui partira à bord du satellite JUICE. Je suis impatient d'obtenir les premiers résultats et j'espère qu'ils permettront d'en apprendre davantage sur les lunes gelées de Jupiter. Peut-être ouvriront-ils aussi une nouvelle façon de concevoir l'existence de la vie, comme par exemple autour d'exoplanètes gazeuses. Maar Europa met de ruimteschip met een telescoop aan. Europa is een maan. En daar komt water uit. En die heeft strepen, strepen, strepen. En die geeft ook daar staan. En daar zit water onder. En ze denken dan naar microben of kwallen in zitten. Ik ben ontzettend enthousiast over de missie JUICE naar Jupiter, aangezien we via deze missie meer te weten gaan komen over het vloeibare water dat zich bevindt op de manen Europa en Ganymedes. En dat water is een octopus. Ja, kijk daar. En waarom? Omdat hij in het water leeft. En er is ook een beetje lava. En er zijn grote fonteinen die groter dan bergen en huizen zijn. Die zijn reuze groot. Dans ce laboratoire, nous avons intensément travaillé sur l'instrument MAJIS. En effet, un des deux détecteurs a été étalonné ici. Et nous espérons contribuer positivement au succès de la mission MAJIS. Maar ik vind eigenlijk die planeet leuk. Deze. Ja. Aarde. Als ze naar de raket gaan, gaan ze 8 jaar moeten reizen voor naar Jupiter te gaan. En ze willen dat weten, omdat bij de aarde is er al leven, maar ze willen dat bij verschillende planeten weten, nu uitzetten. Zo, is het verhaal van de experten duidelijk genoeg voor u, Koen? Ik was volledig mee met de kleine experten. Ja, de grote, dat was al iets lastiger. Oké. Goed, maar we wouden het hier toch niet bij laten. We hebben ook een lange introductievideo gemaakt, die toch wel de essentie gaat vertellen over waarom deze missie nu zo interessant is. Hè? Want het gaat over leven zoeken in de ruimte. En dus ik wil wel even de inspanning vragen van de mensen om naar de volgende video te kijken. Die duurt 15 minuten, maar als je goed oplet, dan zul je precies weten waarom we daar precies leven gaan zoeken. Alright. Ja. In 2022 vertrekken er 2 grote ruimtesondes naar Jupiter en haar ijzige manen om die van naderbij te bekijken. Het is de JUICE-missie van ESA en de Europa-clipper van NASA. Na een reis van ongeveer 8 jaar zullen liefhebbers van planeten en manen verwend worden met een schat aan nieuwe beelden en metingen. En wie daar het meest van al gelukkig van wordt, dat zijn de astrobiologen. Dat zijn de mensen die zich bezighouden met de studie van het leven in het heelal. Al tientallen jaren zijn er ruimtesondes op zoek naar buitenaards leven in ons zonnestelsel en tot nu toe zonder succes. Naast de ondergrond van Mars is de grote hoop gevestigd op de grote ijsmanen zoals Europa en Ganymedes. Een bezoekje aan deze verre waterwerelden met moderne apparatuur is dan ook een flinke stap dichter bij die grote en lang verwachte ontdekking. Om te begrijpen waarom dat een maan als Europa de beste kanshebber is op buitenaards leven, moeten we ons even verdiepen in het ontstaan van leven hier op aarde. Hoe is het leven ooit op aarde begonnen? Dat is een van de grote vragen die de moderne wetenschap nog altijd niet definitief kan beantwoorden. Maar er bestaan wel heel wat zinvolle hypothesen. De beroemde proef van Urey en Miller in de jaren 1950 was een grote doorbraak. Dat dacht men toen tenminste. De proef bewees dat in de vroege oceanen een soep van biomoleculen werd gevormd, dankzij bliksems en UV-straling. Deze zogenaamde oersoep zou rijk genoeg gevuld zijn om spontaan leven te doen ontstaan. Maar ondanks tientallen jaren van bijkomende experimenten kon nooit bewezen worden dat deze oersoep enige mogelijkheid had om spontaan leven voort te brengen. Een totaal andere hypothese kwam van Alexander Graham Cairns-Smith. Hij zag dat sommige patronen van kleinmineralen zichzelf spontaan konden vermenigvuldigen, terwijl allerlei biomoleculen zich op de kleilagen vasthechten. Hij ging er dan vanuit dat dit systeem geleidelijk complexer werd en zich steeds beter kon vermenigvuldigen. Op den duur werd hierbij gebruik gemaakt van RNA, later DNA, waardoor het systeem ook kon loskomen van de klei en toch zichzelf steeds beter kon blijven vermenigvuldigen. Terug naar de oersoep van Uremiller dan. Volgens velen is deze veel te veel verdund. En daarom werden systemen gezocht waar biomoleculen zich veel beter kunnen concentreren. In warme, ondiepe poelen bijvoorbeeld. Want er was erg veel vulkanische energie op de vroege aardkorst. Ook getijdenstranden die dus steeds weer onder water lopen zijn goede voorbeelden. Of grote biomoleculen konden zich heel rustig vormen als er maar genoeg tijd was onder een veilige ijslaag, eeuwenlang beschermd tegen UV-stralen. Zulke systemen werden dan nagemaakt in het labo. En er werd aangetoond dat microscopische blaasjes met veel organisch materiaal zich spontaan konden vormen. Maar de grote vraag bleef toch hoe de stap werd gezet naar de complexiteit van een levende cel. Geen van deze onderzoeken had eigenlijk een bevredigend antwoord. Sommigen geloven dat microscopisch leven in de ruimte kan verspreid worden via rondvliegende meteoren. En er bestaan inderdaad bacteriën op aarde waarvan we weten dat ze meteoorinslagen kunnen overleven. Het ontstaan van leven moet in dat geval dus niet op aarde gezocht worden. Het zou bijvoorbeeld van Mars kunnen komen of eventueel van een ander zonnestelsel. Deze theorie die heet panspermia, letterlijk de uitzaaiing overal, en is tot vandaag niet bewezen, maar ook niet ontkracht. Een variant van panspermia-theorie is gedirigeerde panspermia. Serieuze wetenschappers, zoals Carl Sagan en Francis Crick, dachten dat het mogelijk was dat de aarde vanuit de ruimte met leven besmet werd, maar niet door toevallige meteoren, maar opzettelijk door een buitenaardse beschaving. Eigenlijk vonden ze vooral dat wij zelf als mens maagdelijke planetenstelsels moesten zoeken om te besmetten met ons eigen aardse levensvormen. Een bescherming dus tegen uitsterven in het heelal. In de jaren 70 van de 20e eeuw begon de mens eindelijk aan een beetje grondiger onderzoek van de diepzee, dankzij de komst van de Amerikaanse diepzeecapsule Elvin. Met dit spectaculaire ding ontdekte men voor het eerst de uiterst boeiende warmwaterbronnen op de diepe zeebodem. Nu hadden heel wat wetenschappers dus hoop dat dit het finale antwoord zou leveren over het ontstaan van leven. En inderdaad, het bestuderen van deze hydrothermale bronnen leidde uiteindelijk tot zowat de beste hypothese die we hebben op dit moment. Hydrothermale bronnen zijn te vinden op plaatsen waar de aardkorst heel dun is en openbarst, zoals de beroemde mid-oceanische ruggen. De eerste hydrothermale bronnen die men ontdekte waren blacksmokers. Het beeld hier maakt duidelijk waarom dat dit de naam is. Zeewater dringt binnen in scheuren en gaten van de aardkorst. Het magma van de mantel komt dicht bij het oppervlak, dus het water komt er gloeiend heet en zuur als azijn weer uitgespoten. De temperatuur stijgt hier gemakkelijk tot 400 graden Celsius. Reacties met zwavel en ijzer zorgen dan voor het zwarte stof dat hierbij vrijkomt. Je zou er niet meteen leven verwachten met een druk van ongeveer 300 atmosfeer. Genoeg om je auto in één keer te pletten tot een propje. Er is natuurlijk ook een hoog zoutgehalte, extreme temperaturen, zo goed als geen zuurstof en al zeker geen zonlicht. Maar men ontdekte dat die systemen toch vol bacteriën zitten die de vrijkomende mineralen als voedsel kunnen gebruiken. En de bacteriën zelf dienen dan weer als voedsel voor allerlei diertjes. Er leven bijvoorbeeld blinde krabben en blinde garnalen en ook een soort wormachtig dier zonder kop en zonder verteringskanaal. Een nieuwe diersoort dus die geen enkele variant kent op andere plaatsen. De wormachtige wezens worden tot 2 meter lang. Ze eten helemaal niets, maar ze houden een soort landbouwbedrijfje in hun binnenste. Een kweek van bacteriën die leven op waterstofsulfide. Dat is een gas dat zeer giftig is voor planten en dieren, maar wel vrijkomt in de bronnen. Dat het hier zo wemelt van leven was een enorme verrassing. Blijkbaar kon een onaardse, donkere hel als deze een heel ecosysteem onderhouden. Biologen waren natuurlijk heel blij, maar in het jaar 2000 werd het nog interessanter. Midden in de Atlantische Oceaan, op ongeveer 3,5 kilometer diep, werd een ander soort hydrothermale bronnen gevonden. Het zijn de whitesmokers van Lost City Atlantis. Ze bevinden zich enkele kilometer van de vulkanische actieve spleten, Dus zijn ze minder warm, niet meer dan 90 graden Celsius. Op deze plek vinden we grote witte zuilen en kathedralen, soms zo hoog als een gebouw van 20 verdiepingen. En in tegenstelling tot blacksmokers bleken ze ook zeer lange tijd te bestaan. Na jaren van onderzoek bleek dat de whitesmokers zowat alle nodige kenmerken hebben om het ontstaan van het allereerste leven op aarde theoretisch te verklaren. De kathedralen van de whitesmokers bevatten miljoenen kleine poriën en kanaaltjes waarin het warme bronwater circuleert. Laten we dergelijke holtes eens in detail bekijken. Het zeewater aan de buitenkant van de kanaaltjes moet toen redelijk zuur geweest zijn, want het bevatte veel meer CO2 dan nu. Zuur water betekent eigenlijk dat er veel waterstofionen in zitten, hier gesymboliseerd door H+, we noemen dit ook protonen. Het bronwater in de kanaaltjes daarentegen was alkalisch. Dat is het omgekeerde van zuur. Dus zeer weinig protonen of waterstofionen. Als je van een waterstofmolecuul, H2O, een proton afneemt, dan blijft een hydroxylion over. Hier geschreven als OH-. Alkalisch wordt hier dus gesymboliseerd door een grote aanwezigheid van hydroxylionen. Er is dus wat we noemen een zuur gradient. Een zone met veel protonen en een zone met weinig protonen, met daartussenin een dunne scheiding. En nu komt de essentie. Alleen in deze unieke omstandigheden kan CO2 uit het zeewater spontaan worden omgezet in verschillende organische moleculen, de chemische basis dus van het leven. Niet alleen de precieze zuurtegraad van beide kanten van het systeem is belangrijk. In het dunne gesteente tussenin zit ook nog eens een grote hoeveelheid ijzer- en zwavelmineralen die deze spontane reactie bevorderen als katalysator. Er konden kleine koolstofmoleculen gevormd worden, die zich op bepaalde plaatsen in de whitesmokers heel sterk gaan concentreren en dan ook nog gaan reageren met elkaar. Samen met de reeds aanwezige stoffen uit de aardmantel vormden ze een rijke mengeling van verschillende organische bouwstenen. En ze worden sneller gevormd dan afgevoerd op sommige plaatsen. Als dit spontaan mogelijk was, in de unieke omstandigheden van de hydrothermale bronnen, dan zijn we weer een stap dichter in de richting van iets wat op het leven gelijkt. Want beeld je nu eens in dat er een minuscuul gaatje in dit systeem zit tussen het bronwater en de oceaan. Het is bekend dat zo'n gaatje spontaan bedekt kan geraken met een membraan van samenklittende vetmoleculen. Zulke membranen die vormen zich namelijk spontaan waar organische moleculen gevormd worden, dus ook in die kanaaltjes en poriën van de whitesmokers. Indien een dubbel membraan gevormd wordt, dan heb je een systeem met 3 in plaats van 2 zones, zoals hier op het schema. De zuurtegradient, of dus protonengradient, is er nog steeds, maar deze keer over de membranen. Binnenin dit kleine blaasje kunnen zich nu organische moleculen concentreren en bovendien vormt de natuurlijke protongradient over de membraan een energiebron, een beetje zoals een elektrisch potentiaal van een batterij. Om een lang verhaal kort te maken, via eenvoudige tussenstappen werd het systeem geboren die alle levende cellen op aarde nog steeds gebruiken. Met de stroom van protonen over een membraan kan een energiemolecule aangemaakt worden die we ATP noemen. ATP is als het ware de munteenheid van chemische reacties in levende cellen. Alle levensfuncties van een cel worden mogelijk dankzij het verbruik van een zekere hoeveelheid ATP. Het maken van een proteïne bijvoorbeeld is eigenlijk het aaneenrijgen van de verschillende onderdelen, de aminozuren, waarbij voor elke koppeling van 2 onderdelen een beetje ATP wordt gebruikt. Wanneer in het kleine blaasje op het schema ATP kon aangemaakt worden met behulp van die natuurlijke protongradient, kreeg het systeem dus de middelen om ook zelf nieuwe biomoleculen aan te maken door het zelfgemaakt ATP daarvoor te gebruiken. Sommige van die blaasjes zouden later in staat geweest zijn om nu hun eigen protongradient op te bouwen, zodat ze steeds verder op de rand van de hydrothermale bronnen konden gaan leven, verder weg van de natuurlijke zuurgradient. Uiteindelijk zouden sommige blaasjes echt ontsnappen. Zelf protonen pompen over het membraan was de grote vernieuwing die het ontstaan van leven toeliet. Dit kon op 2 verschillende manieren. Dus daarom zijn er populaties van die blaasjes ontsnapt naar de open oceaan, in 2 erg verschillende groepen. Sinds het begin van het leven zien we dan ook dat er 2 grote groepen bacterieachtig leven de aarde bevolken. We noemen ze archaea en bacteria. En pas 2 miljard jaar later is een derde domein ontstaan van veel complexere en grotere cellen die eukaryoten genoemd worden. Hieruit zijn dan nog veel later de eerste planten en dieren voortgekomen. Laat ons nu eens teruggaan naar de Jupitermaan Europa. Deze foto's van het oppervlak werden gemaakt door de ruimtesonde Galileo tussen 1996 en 2003. De maan bestaat voornamelijk uit water met diep van binnen een stenen kern. Het valt op dat er veel grote barsten in de ijskorst zijn met roodbruine verkleuringen. Men vermoedt dat de kleur afkomstig is van tolinen. Dat is een mengsel van organische stoffen die spontaan gevormd worden op kometen en manen onder invloed van straling. Zulke stoffen zouden door de activiteit van de korst in de oceaan kunnen geraken. En daar dienen ze mogelijk als voedselbron. In de roodbruine zones werden ook verschillende zouten gevonden, rijk aan zwavel. Waarschijnlijk is het zout daar afgezet omdat vloeibaar zeewater door de ijskorst is gedrongen. Na verdamping van het zeewater in de lege ruimte blijven de zouten dan liggen op het ijs. Dat wijst er wel op dat het zeewater op een minerale bodem ligt, net zoals hier op aarde. En net zoals op de aarde is de zeebodem vulkanisch actief. Je kan dus redelijkerwijs verwachten dat de zeebodem op Europa een soort warmwaterbronnen heeft. Dezelfde ingrediënten zijn aanwezig als bij de black and white smokers die we daar juist gezien hebben. CO2, warm water, silicaatgesteente en minerale zouten. Die donkere wereld op de oceaanbodem van Europa lijkt wel verdacht veel op die van de aardse hydrothermale diepzeebronnen. De grote vraag is nu, is hier ook leven ontstaan in deze bronnen? En zo ja, zijn de bacterieachtige cellen die hierop misschien groeien, dan ook een voedselbron voor complexer leven zoals dieren? Europa stuurt dus binnenkort een nieuwe ruimtesonde naar deze uiterst boeiende werelden. Veel wetenschappers denken dat de ijsmanen de eerste plaats zullen zijn waar we buitenaards leven gaan ontdekken. Het is wel minstens nog wachten tot 2030, wanneer zowel JUICE van ESA als Europa Clipper van NASA in het Jupiter-systeem zullen aankomen. Europa stuurt binnenkort dus een nieuwe ruimtesonde naar deze zeer boeiende werelden. Veel wetenschappers denken dat die ijsmanen de eerste plaats zullen zijn waar we buitenaards leven gaan ontdekken. Maar het is wel minstens nog wachten tot 2030, wanneer zowel JUICE van ESA als Europa Clipper van NASA in het Jupiter-systeem zullen aankomen. En jammer genoeg zullen deze zondes niet in staat zijn om onder het ijs van Europa of Ganymedes te gaan kijken. NASA, ESA en de Russische Roscosmos zijn al druk in de weer om latere missies voor te bereiden met een lander die iets door het ijs kan laten smelten. We kijken hier bijvoorbeeld naar een test van NASA, onderwaterverkenner, onder een ijslaag op Alaska. Maar dat is toekomstmuziek. Nu gaan JUICE en Europa Clipper wel heel wat nieuwe kennis opleveren, die de zoektocht naar buitenaards leven opmerkelijk kunnen versnellen. Als de resultaten hoopgevend zijn, dan mogen we meteen ook een extra investering verwachten in nieuwe missies naar ijsmanen van Jupiter en van Saturnus. Ja, Koen, een hele boterham in deze video. Ja, serieus een boterham. Ja, maar goed, het legt wel uit waarom JUICE zo essentieel is om naar leven te zoeken. Nu, we hebben ondertussen terug Hans aan boord. Hans, je hebt de video ook bekeken. Heb je daar uw reactie op als wetenschapper? Ik zou eerlijk zeggen, Europa is een goede plek om misschien buitenaards leven te ontdekken. Misschien wel de beste plek in het zonnestelsel om leven te kunnen ontdekken. En dat komt eigenlijk omdat Europa voldoet aan 4 criteria die we kunnen formuleren voor leven. En andere objecten in het zonnestelsel voldoen daar niet aan. En wat zijn dat? Die 4 criteria, ik heb het allemaal aan bod gezien komen in de video, zijn vloeibaar water, chemische bouwstenen, een bron van energie en voldoende tijd om leven een kans te geven zich te laten ontwikkelen. En zoals in de video duidelijk was, heeft Europa een ondergrondse oceaan van water. De chemische bouwstenen die zijn er waarschijnlijk ook. Er is waarschijnlijk voldoende tijd, want die oceaan bestaat waarschijnlijk al voor miljarden jaren. Dus genoeg kans voor leven om zich te ontwikkelen. En in de oceaan van Europa bestaat er misschien ook een bron van energie voor leven. En dat is dan in de vorm van die black smokers en die white smokers, die geothermische bronnen op de oceaanbodem. Die samen zeggen ons dat er een kans zou zijn dat leven ontstaat. staande is in de oceaan van Europa. We kunnen dat eigenlijk niet zeggen over andere objecten in het zonnestelsel. En daarmee zou ik zelfs durven zeggen dat Europa misschien wel de beste plek is om naar leven te gaan zoeken in ons eigen zonnestelsel. Dus beter dan Mars bijvoorbeeld? Of bijvoorbeeld ook beter dan de andere manen die zich daar bevinden? Ik neem bijvoorbeeld Ganymedes, die de JUICE-missie ook zal bezoeken. Ja, ik zou durven zeggen beter dan Mars, beter dan Ganymedes. Wat Mars betreft zitten we bijvoorbeeld een beetje in de problemen met dat vloeibaar water, want op dit moment is op het oppervlak van Mars nergens vloeibaar water, toch zeker niet op permanente basis. Er zijn misschien wel ijsmeertjes op de polen van Mars, ondergronds, maar daar is dan weer het probleem, is er wel een bron van energie. Dus op die manier zou ik zeggen, Mars is misschien zelfs iets minder goede kandidaten naar leven te zoeken dan Europa. Zij daar ook Ganymedes, dat is een andere maan van Jupiter. Daarvan denken we ook dat die een ondergrondse oceaan heeft, en daar is misschien een beetje een probleem. Bij Europa hebben we een ijslaag, de oceaan, ja, en dan de rotslaag eronder. Maar op Ganymedes zou het zijn ijs, water, ijs, en dan daarom pas de rotslaag. Dus de oceaan, de rotslaag, die komen niet rechtstreeks in contact met elkaar. Daardoor is het moeilijk voor zulke geothermische bronnen om een energie te kunnen leveren aan de levensvormen in de oceaan. Dus dan maakt Ganymedes een iets mindere, maar niet onmogelijke kandidaat voor leven. Als ik nog even op het Mars-verhaal mag inpikken. Er is nu een Amerikaanse sonde onderweg naar Mars, Perseverance, die daar gaat rondrijden. En die gaat eigenlijk sporen zoeken naar ancient life, zoals de NASA het zegt, eigenlijk van leven dat er misschien ooit geweest is. Uit hetgeen dat jij vertelt, zeg je dat er mogelijk, of de kans heel groot is dat er nu inderdaad geen leven is, maar is er een kans dat er dan effectief misschien toch leven zou geweest zijn in het kader van het verhaal dat hij daarnet vertelt? Ja. Ik zou ook niet uitsluiten dat er geen leven is op Mars op dit moment, maar het was in ieder geval een betere plek voor leven in het verleden, want ik denk dat Mars in het verleden dus wel grote oceanen van water had. En toen zou het een betere plek voor leven geweest zijn dan het nu is. Ja. Goed, maar ik wil het nog even over Ganymedes hebben, want dat is eigenlijk de grootste maan in ons zonnestelsel. En de JUICE-missie gaat daar ook naartoe. Hè. We hebben grote verwachtingen van Europa, oké. Maar toch gaat de JUICE-missie daar ook naartoe. Maar ik vond het nog iets vreemder, Hans. Die missie zal eindigen met een crash op Ganymedes. Het toestel gaat... Ja, dat klopt. Ja, dan spreken we over 2033, geloof ik, hè? Zoiets? Ja, ten vroegste, ja. Ja, ten vroegste, ja. Nu, heb je geen schrik als daar eventueel leven zou zijn, dat we aan contaminatie gaan doen, dat we gaan besmetten met aards leven met ons toestel? Ja, de reden dat we in de eerste plaats JUICE gaan laten instorten op Ganymedes, is omdat we absoluut het risico willen vermijden dat die JUICE-missie ooit op Europa terechtkomt en Europa zou besmetten met aards leven. We willen alle kosten vermijden. Dat is natuurlijk een logische vraag, maar... Als dan op Ganymedes leven is, willen we ook niet het risico vermijden dat we Ganymedes besmetten. En hier is het punt eigenlijk dat, bij Europa is er veel geologische activiteit. Als je ruimtetuig daarop instort, gaat dat vroeg of laat in de oceaan terechtkomen, want bijvoorbeeld platentectoniek is in het ijs. En dus kan je ruimtetuig op zo'n plaat terechtkomen en meegesleurd worden in het binnenste van Europa in de oceaan. En zo de oceaan besmetten. Ganymedes, voor zover we weten, of dat lijkt alles bewijzen, is niet geologisch actief, dus het oppervlak beweegt niet mee. Ja. Dus daar is het op inslaat, is de kans onbestaande dat het ook in de oceaan gaat terechtkomen. Dus daarom zeggen we, het is een aanvaardbaar risico om te crashen op Ganymedes. Het is interessant dat je daarover begint, Hans, want de kijkers die al wat ruimtevaart gewoon zijn, die weten dat er in 2005 ook echt waterfonteinen, enorme pluimen gezien zijn op een maan rond Saturnus. Hè. Dat was Enceladus, met ons Cassini-toestel. Ja. Nu, we verwachten dat ergens toch bij Europa ook. Hè. Is dat wat JUICE naar op zoek is, naar zulke waterpluimen? Ja, dus het zou kunnen, of we hebben aanwijzingen dat in het geval van Europa dat er water naar buiten gespoten komt te barsten in het ijs. Dat zou heel goed voor ons kunnen zijn, want dat maakt het voor ons mogelijk om monsters te nemen van die oceaan. Dat water komt gewoon naar buiten gespoten, we hoeven er dan maar doorheen te vliegen, dat op te vangen. Dan kunnen we gaan speuren naar tekens van leven in die oceaan. Dus iets dat we anders niet zouden kunnen als die wateruitbarstingen, als die geysers er niet zouden zijn. En, maar als JUICE daar passeert, En er is op dat moment niet zo'n gijzer. Mm. Is het dan een beetje een verloren zaak? Want ja, kunnen we dan niets bemonsteren? Zeker geen verloren zaak. Bijvoorbeeld stel je het scenario voor dat er geen gijzer actief is, maar dat die wel uitgebarst is voor een bepaalde tijd voordat we voorbij vliegen. De gijzer gaat uitbarsten, die gaat van alles naar buiten spuwen, waaronder misschien sporen van leven. Die gaan allemaal terugvallen, of God, op het deel gaat terugvallen naar het oppervlak van Europa en gaat daar blijven liggen. Maar er zijn dan supersnelle deeltjes uit het magnetisch veld van Jupiter, die kunnen botsen op het oppervlak van Europa en dan die deeltjes als het ware ervan afketsen. Die kunnen dan honderden kilometers hoog komen en daar kunnen wij ze nog steeds detecteren. Dus zelfs als we niet op het juiste moment voorbij vliegen, zullen we nog steeds het materiaal dat uit van waterpluim komt kunnen opvangen en bestuderen. Ja, want daar gaat uw werk toch een beetje over, hè? Dacht ik. Klopt, ja. Ik ben zelf twee dingen aan het doen. Ik ben eigenlijk aan het zoeken naar meer aanwijzingen voor het bestaan van die gijzers. Ik heb ook gevonden in de gegevens van een oude ruimtemissie. Tegelijkertijd ben ik ook aan het kijken van ja, als we dan met die JUICE-missie aankomen, wat moeten we dan eigenlijk doen om de kans te maximaliseren dat we op het materiaal dat die gijzer komt op kunnen vangen en veel speuren en tekens van leven. Ja, je vermeldt daarnet een oude missie, dus het is, dat zijn gegevens van ettelijke jaren of decennia zelfs geleden. Die gegevens worden dus ook nog altijd opnieuw bekeken. En dat is misschien iets dat mensen ook niet weten. Data die van misschien 20, 30 jaar oud zijn, dat die inderdaad nog steeds opnieuw bekeken worden. Klopt, dat is dus 20 jaar geleden is er een ruimtemissie geweest, die heet Galileo. Dat is eigenlijk de enige ruimtemissie die dicht bij Galileo, bij Europa, die andere maanden geweest is. En nu, 20 jaar na het einde van die ruimtemissie, zijn we eigenlijk altijd niet helemaal klaar met die gegevens volledig door te nemen. En het gaat dan niet eens over kleine details, want voor de laatste paar jaar in verschillende onderzoeksgroepen, waaronder ik zelf, aanwijzingen gevonden in die gegevens voor die wateruitbarstingen op Europa. En dat is ook al heel belangrijk voor die nieuwe ruimtemissie die naartoe gaan. Wat mij wel opvalt, Hans, mensen moeten heel veel geduld hebben, hè? Want Galileo spreekt over die data, dat is een missie van de eeuwwisseling, van rond het jaar 2000. Wanneer we toekomen met JUICE, hebben we gezien, zal het al 2030 zijn. Ik weet niet, heb je heel veel verlof staan ofzo? Of blijf je de hele tijd bezig met die data van Galileo? Tot 2030. Ik denk dat ik sowieso nog wel een tijdje bezig kan blijven met die Galileo-data, want het is nog niet aan het einde. Dus dat houdt mij nog wel even bezig. Maar zijn er ondertussen geen andere bronnen van informatie die we mogen verwachten? Ja, zeker. Dus als we klaar zijn met die oude gegevens, dan hebben we nog bijvoorbeeld het James Webb-telescoop die eraan komt. Dat is een soort nieuwe ruimtetelescoop. En die is wel heel goed geschikt om Europa te bestuderen. Die heeft een veel betere resolutie dan vroegere telescopen. En die kan ook rechtstreeks water bevestigen. Dus dat is de perfecte telescoop om definitief bewijs te gaan zoeken voor die wateruitbarstingen. Ja, die wordt volgend jaar gelanceerd, zeker. Hè? Als alles mee zit. Als alles gaat. Ja. Dus zoveelste, maak je uitgesteld. Ja, zoveelste vertraging, maar goed. Als ik nog eens even terug op die JUICE-missie mag komen. Ja, zeker. Het vinden van leven is is er leven elders in het zonnestelsel is een hele belangrijke vraag. Ja. Europa lijkt dus een hele goede kandidaat om te gaan onderzoeken. Betekent dat dan ook dat die ruimtesonde, als die bij Jupiter komt, dat die in zijn periode van, hoe lang moet ze werken, 3 jaar of iets dergelijks, dat jullie dan heel regelmatig voorbij die maan mogen vliegen om gegevens te verzamelen? Hoe vaak gaan jullie de maan bekijken, als ik het zo mag zeggen? Ja, voorbij Europa hebben we eigenlijk maar 2 kansen om voorbij te vliegen, de andere manen veel meer. Daar zit eigenlijk een praktische reden achter, want hoe dichter je bij Jupiter komt, hoe meer straling er is. Okay. En tegen die straling moet je ruimtes beschermen door dikke metalen platen mee te nemen. Dat is allemaal extra gewicht. En er is dan voor gekozen om te houden op 2 voorbijvluchten en ons te focussen op die andere manen. Ja. Maar tijdens die 2 voorbijvluchten kunnen we nog steeds heel veel doen. Ja. Nu, de NASA heeft ook een missie. Ik heb begrepen dat die 40 of 45 flyby's kan doen. De Europese missie zal er maar 2 hebben, maar desalniettemin zeer interessante flyby's, denk ik. Nu, er zijn wat instrumenten aan boord, hè, Hans. Wat denk jij, hebben we mee van echt belangrijke instrumenten? Of zijn er instrumenten bij waar je echt veel van verwacht? Ja, je zou kunnen denken, 2 voorbijvluchten, daar kunnen we misschien niet zo heel veel mee doen, maar we kunnen er juist heel veel mee doen, omdat JUICE een aantal instrumenten bij heeft die nog nooit gebruikt zijn. Metingen kan doen die nog nooit gedaan zijn. Bijvoorbeeld een instrument, dat voor mij toch wel soms heel belangrijk is een instrument waarmee we echt die deeltjes van die wateruitbarsten kunnen opvangen en analyseren, de chemische samenstelling achterhalen, zodat we kunnen zien of daar sporen van leven in zitten. Dat is iets waar ik al bezig mee ben sinds mijn tijd als masterstudent. Dus dat is voor mij echt wel de ultieme meting met die detector, die deeltjes van die gijzer opvangen. Ja. Maar ja, er zitten nog allerlei andere mogelijkheden op JUICE. Bijvoorbeeld is een soort ijsradar op, ook een instrument dat nooit gebruikt is op die manen. En wat die ijsradar doet, zendt eigenlijk radiosignalen uit, weerkaatsen van de maan, maar ook een beetje in het ijs gaan en dan pas weerkaatsen. En op basis van die weerkaatste signalen kunnen we eigenlijk achterhalen hoe dik die ijslaag is, wat de structuur is van die ijslaag. Dat is ook heel interessant, dat hebben we nog nooit kunnen vaststellen. En ook heel belangrijk voor de voorbereiding in de toekomst naar landermissies, als we ooit door dat ijs zullen heen geraken. Dat is wel heel belangrijk dat we weten hoe dik dat ijs is, en wat de beste plekjes zijn om doorheen te proberen te geraken. Ik vond heel even ook interessant dat je zei dat in die geizers die daar, dus die waterfonteinen zal ik maar zeggen, die daar naar buiten spuiten, dat je daar sporen van leven in gaat zoeken. Wilt dat dan ook zeggen bijvoorbeeld dat we, bij wijze van spreken, visjes zal een beetje overdreven zijn, maar dat we echt leven in die pluimen, of dat we echt leven in die pluimen zouden kunnen zien? En hoe moeten we dat leven misschien voorstellen dat zich... Echt cellen bedoel je misschien? Ja, hoe dat we het leven in die oceaan onder die ijskap moeten voorstellen? Ja, gaan we direct leven opvangen, het is niet helemaal uitgesloten. Er zijn een aantal onderzoeken die aantonen dat als je echt een individuele bacterie door zo'n gijzer naar buiten stuurt, dat het toch wel mogelijk is dat je op een bepaalde hoogte kan geraken en gedetecteerd kan worden. Of die tot op de hoogte geraakt waar JUICE gaat langspiegen, dat zou ik niet durven zeggen. Jullie hebben geen vis meer bij, met andere woorden. Dat is sowieso niet, dat is dus waar. Maar NASA-ruimtesonde geeft ook wel een instrument bij waarbij je grotere deeltjes dan individueel kunt opvangen. Dus zij hebben misschien wel meer kans om zoiets op te vangen. Maar wat JUICE dan zou kunnen doen, is bijvoorbeeld moleculen opvangen waarvan we kunnen zeggen van ja, dit zijn moleculen waarvan we niet kunnen verklaren dat die iets met geologie te maken heeft, dat geologische processen wordt gevormd, maar waarvan we wel kunnen zeggen dat deze moleculen die worden gevormd door biologische processen. Als we zo'n moleculen vinden, dan zouden we kunnen zeggen ja, dit is een mogelijk teken van leven. Dus het gaat echt over, want je noemde daarnet de massaspectrometer aan boord, hè, dus die echt moleculen gaat identificeren. Hè. Klopt, ja. Want ik vind het een beetje leuk om te zien hoe iemand opgeleid is in de fysica en toch eigenlijk die grote verwachtingen in de biologie meebeleeft. Maar bon, dit terzijde Hans. Maar dus het gaat hier over moleculen. Nu, over de NASA gesproken, er is ook wel sprake van een extra missie, een bijkomende missie met een lander op Europa. Hè. Heb je daar enige kennis van, Hans? Ik heb ergens gelezen dat men die timing voor die landermissie nog altijd op 2025 zet. Lijkt me zeer optimistisch, maar ja. Heb jij daar enig idee van? Er is bij NASA inderdaad sprake van om ook een landertje naar Europa te sturen. Dat zou natuurlijk wel wetenschappelijk is dat heel bijzonder. Je kunt zo'n landertje bijvoorbeeld zetten in de buurt van zo'n gijzeruitbarsting en dan kun je echt gaan opvangen wat daaruit komt. Je kunt ter plekke de samenstelling van het ijs gaan analyseren. Je kunt allerlei dingen doen die je niet vanuit een verbijvlucht kunt doen. Dus zo'n landermissie zou heel interessant zijn en daar is inderdaad sprake van bij NASA dat ze dat zouden kunnen doen. Er is wat budget vrijgemaakt om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van zo'n missie. Maar op dit moment is er nog geen budget goedgekeurd voor volledig uit te voeren en het ook echt te doen. Dus het gaat er sowieso ooit van komen, zo'n lander op Europa, dat denk ik wel. Maar ik denk dat we nog even geduld moeten hebben. Geduld is heel belangrijk ook, denk ik, voor iemand die in de ruimtevaart werkt. Zo is het. Want de sonde die gaat... wanneer wordt die gelanceerd tussen haakjes? 2022. In 2022. En ik dacht Europa Clipper 2023. Dus, maar u bent dan toch al heel wat jaren bezig met dat onderzoek eigenlijk voor te bereiden. Neem ik aan. Dat klopt, ja. En u doet alleen het onderzoek, u ontwikkelt u zelf ook de instrumenten, of hoe moeten we uw rol in die ontwikkeling van die sonden eigenlijk bekijken? Ja, Zelf ben ik meer bezig met de wetenschappelijke voorbereidingen van de JUICE-missie, dus 80% van mijn tijd ben ik bezig met kijken naar die Galileo-gegevens, te kijken wat we er nog kunnen uithalen en wat implicaties daarvan zijn voor de JUICE-missie. En dan de rest van mijn tijd ben ik bezig met echt simulaties te maken van die voorbijvluchten van JUICE, van te kijken van ja, als we de kans willen maximaliseren om zo'n gijzer tegen te komen, hoe plannen we dan best onze voorbijvluchten? Dan ben ik dus bezig met zulke praktische vragen. Heb je daar nog veel kans, omdat ook het ding moet nog wel gelanceerd worden, maar heb je daar nu al nog veel kans voor om het traject eventueel te wijzigen of te laten wijzigen? Bijvoorbeeld, het traject bij Jupiter zelf uiteraard dan. Ja. Het is niet helemaal uitgesloten dat het traject nog gewijzigd kan worden, maar er is altijd wat speling om dingen te optimaliseren. Ja. In het beste geval kunnen we altijd nog 1 maand voor een voorbijvlucht kiezen om aanpassingen te doen aan een voorbijvlucht en dat soort metingen dat we doen. Maar het is wel belangrijk dat we daar op tijd mee beginnen en zoveel mogelijk nadenken over alle aspecten van elke waarneming. En om die vlucht nog verder voor te bereiden, een keer als die onderweg is, ik heb toch nog heel wat jaren de tijd, is er dan bijvoorbeeld waarnemingstijd bij een Hubble Space Telescoop of bij een James Webb Space Telescoop al aangevraagd om eventueel een aantal zaken te optimaliseren? Ja, dus die James Webb telescoop, en daar is echt een speciaal programma voor opgezet vanuit het James Webb team om te gaan speuren naar die geizers op Europa. Dat is een van de standaardprogramma's die ze van het begin gaan uitvoeren. Dat is in de eerste plaats voor Europa Clipper, maar wij gaan daar ook sowieso van kunnen profiteren, dus zij daar soldaten uithalen. Maar Hans, nu dat je dat zegt, vraag ik me ook af. Ze kunnen ook de manen van Saturnus bekijken natuurlijk, hè? Want we weten van Enceladus, die Saturnusmaan, met 100% zekerheid dat daar geizers uit de Zuidpool komen, hè? Die hebben we gezien. Van Europa zijn we dat toch minder zeker. Is dat eigenlijk geen betere kanshebber om naar leven te zoeken? Ja, Enceladus heeft in dat opzicht wel een voordeel. We weten zeker dat er water uitspuit, we weten waar het er uitgespoten komt en we weten ook dat het eigenlijk continu naar buiten komt. Dit moment dan toch. En dat geeft eigenlijk wel een voordeel, maar er zijn misschien ook wat kanttekeningen die we kunnen maken. Enerzijds, als we teruggaan naar die 4 criteria voor leven, dat vloeibaar water, de tijd, de chemische elementen en de bronnen energie, dan schort het misschien een beetje wat betreft tijd, want we weten niet zeker of die oceaan van Enceladus, of die al heel lang bestaat, dat er een tijdelijk fenomeen is. En daarom heeft Europa daar toch net weer iets meer voor op Enceladus wat betreft kansen om leven te kunnen vinden. Een praktisch argument, Enceladus is bij Saturnus nog verder weg van de zon. Het is daar heel moeilijk of onmogelijk om zonnepanelen te gebruiken om een grote ruimtemissie actief te kunnen houden. En je hebt dus een andere bron van energie nodig, zoals een nucleaire batterij. Dat is technologie die we hier in Europa op dit moment nog niet hebben. Dus het is voor de Europese ruimtevaart nog geen optie om zelfstandig Enceladus te gaan bekijken. Dat zijn ze bij NASA wel al een beetje gewend, hè? NASA heeft meer ervaring met die nucleaire batterijen, klopt. Ja. Nu, tijd speelt een belangrijke rol dus bij die manen. Het speelt ook een belangrijke rol, Koen, bij ons gesprek hier, want we gaan stilaan moeten afronden met het interview. Dus hè, dat jij nog snel iets wilt vragen, Koen? Nee, oké, maar dan wil ik misschien als afronder wel even aan u vragen, Hans. Ik denk dat er mogelijk kijkers zijn die zich afvragen: hoe komt zo'n jonge wetenschapper nu eigenlijk professioneel bij ESA terecht? Kun je dat misschien kort even schetsen, hoe je dat klaargespeeld hebt? Want, ik denk aan onze jonge kijkers die daar misschien ook in geïnteresseerd zijn. Hè? Ja, hoe doe je dat? Je kunt eigenlijk op verschillende momenten in je carrière als wetenschapper bij de ESA terecht. Al vanaf bachelorstudent kun je stage lopen bij ESA. Er zijn ook programma's voor mensen die net afgestudeerd zijn om bij ESA voor een jaar of 2 aan de slag te gaan. En dan zijn er voor mensen zoals mij die gedoctoreerd zijn op programma's om 3 jaar ervaring op te doen bij ESA. Dus van zodra je aan het studeren bent, zijn er verschillende mogelijkheden om bij ESA aan de slag te gaan en ervaring op te doen. Ja, jonge kijkers die daarin geïnteresseerd zijn, binnenkort openen wij hier in UGent Volkssterrenwacht Armand Pien ook een soort centrum voor educatie voor ESA. Dat heet ESERO. En daar zullen we samen met KU Leuven en ULB in Brussel educatie voor ESA verzorgen. Dus contacteer ons gerust als je daar meer wil over weten. Goed, Hans, Wij gaan wel het interview moeten afronden, maar wij hebben voor de luisteraar ook nog een klein beetje kort nieuws verzameld uit de ruimtevaartwereld. Dus blijf even aan boord. We gaan even switchen naar een ander beeld. En dan kunnen we na het volgende item nog kort even goodbye zeggen. Oké. HDMI 3 is het. Koen, we hebben de ruimtevaartactualiteit een klein beetje gevolgd. Ja. En we hebben een paar kleine nieuwsjes uitgeselecteerd. Ja, dit is een... Sorry, wacht. We moeten even wachten op een heel klein technisch stoeltje. Ik kan ondertussen al wel vertellen over deze ruimtesonde. Het gaat over de ruimtesonde Osiris Rex. En dat is een sonde die ook weer een hele tocht, dat is een heel verhaal over te vertellen, want de bedoeling van die sonde was uiteindelijk om een bodemmonster bij een planetoïde op te halen. Dat gaat niet, is niet zo eenvoudig, daar komt inderdaad heel wat bij kijken. Ze zijn trouwens niet de eerste, want er is bijvoorbeeld een Japanse sonde, de Hayabusa, die dat al voorgedaan heeft. Is bekend. 6 december van dit jaar, toevallig met Sinterklaas, komt de buit van Hayabusa 2 terug op aarde. En dat is een heel belangrijk iets. Prachtig Sinterklaasgeschenk. Voor heel veel wetenschappers is dat inderdaad een zeer prachtig Sinterklaasgeschenk. Maar... Osiris Rex gaat dus, dankzij een soort van stofzuiger, zullen we maar zeggen, het materiaal van een planetoïde, je ziet het hier nu op de achtergrond en de stofzuiger zit hier daar links in werking, gaat materiaal naar de aarde brengen. Nu blijkbaar is daar iets een beetje fout gelopen, want er is materiaal verzameld, maar het bakje is niet goed afgesloten en het lekt blijkbaar materiaal in de ruimte. Ja, al goed dat ruimtevaartingenieurs geen stofzuigers voor bij u thuis maken dan. Nee, mogen we misschien ook een keer zeggen dat die ingenieurs misschien eens wat beter de IKEA-handleiding moeten lezen. Ja. Dat denk ik ook. Nu, ik las van een NASA-astronaut dat jij een prachtig boek gelezen had over antizwaartekracht. En was dat een goed boek? Hij vond het zo goed, hij kon het niet meer neerleggen. Een ander nieuwsje dan. Op 20 oktober kondigt het Finse Nokia aan dat ze instaan voor de bouw van een 4G-netwerk op de maan, Koen. En ik dacht dat Nokia sowieso al lang naar de maan was. Ja, misschien wel. Goed. Nog nieuwsjes? Ja, er zijn heel wat raketten in ontwikkeling momenteel. En Blue Origin, dat is een firma van Jeff Bezos, die is momenteel bezig met een deels herbruikbare raket te ontwikkelen. Je ziet ze hier links, dat is de New Glenn. En Jeff Bezos heeft de landing van de New Glenn ook al eens een keer vergeleken met het verticaal balanceren van een potlood of een drumstick die naar beneden komt. Een potlood, zeg je? Zou dat werkelijk zijn inspiratie geweest zijn? Oké, dit waren de korte ruimtevaartnieuwsjes. Even terug naar Hans misschien om een HDMI 1. Ah, oké, afsluiten. Sorry, ik krijg het signaal van de techniek. We gaan dit deel moeten afsluiten, Koen. Maar het volgende deel is al in de maak en dat zal gaan over milieuproblematiek en de ruimtevaart. Hè? Ja, hoe milieubewust is men in de ruimtevaartsector? Een zeer interessant probleem. Tot straks dus. Ja. Attention pour le décompte final. 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. kijkers en welkom op de UGent Volkssterrenwacht Armand Pien, waar we vandaag enkele gesprekken hebben over ruimtevaart. En dat doen we met Koen. Koen, kan je misschien even laten weten wie dat je bent? Goedemiddag allemaal, ik ben dus Koen Geukens en ik ben al sinds begin van de jaren 70 bezig met ruimtevaart en sterrenkunde. Ruimtevaart heeft dan wel de overhand genomen en al 30 jaar lang ben ik ondertussen in mijn vrije tijd werkgroepleider ruimtevaart binnen de Vereniging voor Sterrenkunde. En sinds 2 jaar ben ik dan beroepshalve educatief medewerker bij Volkssterrenwacht Urania, de collega's uit de provincie Antwerpen. Inderdaad, en ik ben ook educatief medewerker, maar dan bij de Volkssterrenwacht in Gent. Ja. We zitten hier vandaag ook niet alleen, Koen. We hebben het werk niet alleen gedaan. We hebben onder andere Maaike Dubois, die is onze sidekick vandaag. Zij zal zorgen dat hier de juiste beelden verschijnen. Zij zal ook... zij heeft ook heel veel voorbereid aan dit gedeelte. Je zal dat straks zien op de video's. Maar bovendien zal zij ook de reacties van jullie opvolgen, want jullie kijkers kunnen zelf ook reageren op het gesprek dat hier gevoerd wordt. Hè. Je kan dat doen via onze chatkanalen. Dat vind je allemaal op onze website. En ja, als er een belangrijke reactie is, zullen we dat te horen krijgen van Maaike. We hebben vandaag ook bij ons Vincent Verhoeven, die hier aan de techniektafel zit. Mensen die dat graag eens willen zien, die kunnen ook even switchen naar de 360 graden streaming. Hè. Dus een camera die de volledige zaal doet. Maar je kan veel meer dan dat. Vincent heeft er ook voor gezorgd dat je vandaag op wandeling kan in onze sterrenwacht. Oh, leuk. Ja, want spijtig genoeg mocht hier niemand komen, hè, Koen? Nee, dat is zo. Tegenwoordig gaat dat zo. Ja, dat is coronabeleid, dat klopt. Maar we vonden dat heel jammer, maar we willen jullie toch de kans laten om hier op bezoek te komen. Dus kan je thuis vanaf het scherm door een soort virtuele wandeling te maken in onze sterrenwacht. Je vindt dat allemaal op diezelfde pagina op onze website. Nu kan je dat ook doen met bijvoorbeeld een VR-brilletje waar je de smartphone in steekt, zodat je een totaalbeleving krijgt. Hè. Dus je kan hier wel degelijk op bezoek. Nu, dat is niet alleen leuk, er is nog een andere reden, Koen, om dat te doen. Want er is vandaag ook een woordraadsel dat loopt. Dus kijkers kunnen een woordgroepje raden. Dus af en toe zal op het programma het woordraadsel onderaan verschijnen. En dan komt er ook iedere keer een letter in beeld die we cadeau geven. Die letter zal ongeveer hier ter hoogte van mij verschijnen. Is dat enkel tijdens ons gesprek of is dat ook in die virtuele... Dat is allebei. Dus ja... Dus dus je kan in de virtuele wandeling, maar ook tijdens het programma letters verzamelen. Dus je neemt best een blokje papier en een stilo, zodat je van elke nummer die verschijnt de letter kan verzamelen. En dan op het einde moet je dan de letters proberen in de juiste volgorde te zetten. Er zijn 19 letters en 5 woorden, dus ga maar op zoek. Er zijn natuurlijk prijzen te winnen met dit woordraadsel. En de hoofdprijs is dit boekje, Koen. Alright. En dat gaat over relativiteitstheorie. Ja, relativiteitstheorie. Moeilijke materie, denken sommigen, maar een onderzoeker bij ons in de vakgroep Fysica en Sterrenkunde, hij heet Karel Van Acoleyen, die beweert zelf dat dit boekje geschreven is begrijpbaar voor de leek, zoals jij en ik, Koen, of zoals de mensen thuis. Dus ik ga het zeker doen. We hebben een gesigneerd exemplaar. Het is pas uit, dus het is een primeur. Vers van de pers. Vers van de pers. Is het zelf komen brengen gisteren. En, dus de winnaar krijgt dit boekje, maar ook een VR-bril waar je smartphone kan insteken, zodanig dat je een aantal dingen kan beleven. Ook Karel Van Acoleyen heeft een interessant programma, een VR-applicatie, die daarmee kan afspelen en waar je relativiteit beter leert kennen. De tweede en de derde winnaar kunnen ook elk een boekje krijgen, maar dat zijn de boekjes die hier al vroeger gemaakt zijn, dus 100 kindervragen over sterren en planeten. Ofwel 100 jaar observatorium in Gent. Je mag zelf kiezen als je de tweede of de derde winnaar bent. En we sturen ze op naar u thuis. Hoe kan je meedoen? Door onderaan op de website is er een soort tekstballonnetje, dat is ons chatvenster. Daar kan je uw naam, uw e-mail en het antwoord op het raadsel doorgeven. En na het programma zullen wij kijken wie dat er gewonnen heeft. Zo gaat dat, ja. Maar laten we dan overgaan op het thema van dit gedeelte. En dat is... propere ruimtevaart, hè, milieuvriendelijke, duurzame ruimtevaart, zoals dat dan heet. Klopt, want het gebeurt wel regelmatig, zowel bij Urania, bij jullie, als bij de Sterrenwacht in Gent, dat hier bezoekers zijn, zowel volwassenen als kinderen, Meneer, ja. Zijn die raketten niet vervuilend? Inderdaad, dan heb je met heel veel enthousiasme gesproken over ruimtevaart en dan komt die vraag dus weer. Hè? Ja. Dus we dachten, we gaan het vandaag eens behandelen. We hebben dus heel veel hulp gekregen van Maaike daarvoor. En we hebben het ook een beetje opgedeeld in verschillende delen. We zullen het eerst even hebben over brandstof in raketten, wat het meest opvallende is. Laten we eens even kijken naar de introvideo. Dag Sterrenwachters. Wij van de Sterrenwacht gingen voor de Dag van de Wetenschap op zoek naar een antwoord op de vraag: hoe duurzaam is de ruimtevaart? Hoe zit dat met die raketten? Hoe vuil zijn zij voor het milieu? Wel, ik vrees dat we ons niet te veel illusies moeten maken. Propermachines zijn het allesbehalve. Al is het maar omdat je ze volkiepert met een waanzinnige hoeveelheid brandstof die je natuurlijk nodig hebt om zo'n duizelingwekkende snelheid te bereiken. Je moet immers toch in een baan rond de aarde of zelfs verder raken. Nu, er zijn ongeveer, heeft men berekend, al iets minder dan 6000 lanceringen geweest sedert de lancering van de Sputnik 1 in 1957. Al bij al valt dat best mee, wetende dat er in de luchtvaart ongeveer 38 miljoen bewegingen waren in het jaar 2018. Maar toch loont het de moeite om het een beetje in de gaten te houden, want het aantal lanceringen zal enkel maar toenemen. Hoeveel uitstoot zo'n raket produceert hangt af van welke brandstof je erin kiepert. En we willen natuurlijk zo weinig mogelijk broeikasgassen, want zoals u weet is de klimaatopwarming toch wel een van de dringendste problemen op deze Pale Blue Dot. Nu, er zijn grosso modo 5 belangrijke soorten brandstof die je in zo'n raket kan kieperen. De eerste is bijvoorbeeld RP-1, dat is een verfijndere vorm van kerosine, die u dan weer kent van in de vliegtuigen natuurlijk. Als je dat verbrandt, krijg je CO2, helaas, krijg je stikstofoxide, een beetje waterdamp. De Falcon 9 bijvoorbeeld van SpaceX vliegt op RP-1. De eerste trap van de mythische Saturnus 5 vloog ook op RP-1. Dan is er ook nog methaan. Methaan is toch wel iets om in de gaten te houden. Om het te maken heb je waterstof nodig en CO2. Oké, CO2 in iets steken, dat betekent dat we uit de lucht kunnen halen. Dat is een goede zaak, want hoe minder CO2 in de atmosfeer, hoe beter voor de opwarming van de aarde. Klinkt prachtig, zou het ook kunnen zijn als je maar hernieuwbare energie gebruikt om de methaan te maken en de chemische reactie te laten gebeuren. Als je dat doet met energie gebaseerd op het verbranden van fossiele brandstoffen, dan zijn we weer ver van huis natuurlijk. Methaan is wel in de gaten te houden, want je kan methaan maken uit het aanwezige water op Mars en op de maan. Dat is dus toekomstmuziek. En SpaceX is met zijn Starship al volop aan het inzetten op methaanmotoren. Waterstof kan ook een brandstof zijn. Bijvoorbeeld de grote brandstoftank van de Space Shuttle was gevuld met waterstof. Om waterstof te krijgen moet je water splitsen in zuurstof. En waterstof is een proces dat energie vraagt. Opnieuw dezelfde adder onder het gras. Als je die energie haalt uit de verbranding van fossiele brandstoffen, staan we nergens. Maar als je ze milieuvriendelijk kan produceren, is het een hele schone brandstof. Rest ons dan ook bij de boosterraketten, die heel wat grote raketten gebruiken om wat extra snelheid te hebben. Die vliegen op vaste brandstof en dat is me toch wel een vuil goedje. Als je dat gaat verbranden, krijg je aluminiumoxides, zwaveloxides, stikstofoxiden. Je krijgt CO2, je krijgt roet, je krijgt allemaal niet zo'n propere zaken. En als laatste moeten we toch ook de hypergolische brandstoffen vermelden. Die worden gebruikt in kleine stuurtjes die heel kort en krachtig moeten kunnen ontbranden en betrouwbaar moeten zijn. Ja, Koen, wat ik hier vooral opmerk... Traditioneel kozen de raketbouwers vooral voor RP-1, de vervuilende brandstof RP-1. Maar er wordt nu toch meer naar methaan gekeken, heb ik de indruk. Ja, de enige reden eigenlijk waarom men methaan kiest, heeft te maken met in eerste instantie herbruikbaarheid. Ja. Als je dus RP-1 gebruikt, als je dat chemisch zou uitschrijven, een koolstofcombinatie, zal ik het maar simpel uitdrukken, maar met heel veel koolstof in. Als je dat verbrandt in een raket, ja, dat laat koolstof achter op alle onderdelen in de raketmotor. Bij methaan is ook koolstof, maar er zit veel minder in. Ja. Dus eigenlijk laat die, als de raket is uitgewerkt, laat die veel minder vuil achter in de motor. Zodanig als je kijkt naar herbruikbaarheid, de motor veel minder moet gereinigd worden, wat dus veel beter is als je de dingen wilt herbruiken. Ja, dus het is een propere brandstof voor de raketten zelf ook. Ja. En dat is misschien eerder de motivatie om voor methaan te gaan, maar er zijn nog motivaties om voor methaan te kiezen, denk ik. Ja, als we spreken over herbruikbaarheid, dan willen we met zo'n raket naar Mars vliegen bijvoorbeeld. Mm-hmm. En als we dan landen op Mars, dan willen we daar graag ook terug opstijgen en naar huis komen. Ja. Sommigen willen dat toch. Er zijn die andere plannen hadden, maar daar horen we niet meer van. Ja. Maar dat betekent, ofwel neem je dan alle brandstof mee van de aarde, zodat als je op Mars bent, die raket met de brandstof die je meegenomen hebt van de aarde natuurlijk opnieuw opstijgt. Maar dat is zo'n enorme massa die je dan moet meesleuren. Dat heeft ook zijn gevolgen voor de lanceringen hier op aarde. Dat maakt het allemaal veel ingewikkelder. Maar je kan ook kiezen van, oké, als we landen is onze brandstof op. Maar als we terug willen opstijgen, dan maken we onze brandstof op Mars. Mm. En er is een bepaald proces dat jij beter kent als ik, denk het Sabatier-proces, waarmee we methaan kunnen maken op Mars, wat ons toelaat om terug te komen. En dan kan jij misschien even dat Sabatier-proces even... Wel, we zien dat hier verschijnen, die heet, dus inderdaad een heel beroemd proces, en Elon Musk zal dat ongetwijfeld zeer goed bestudeerd al hebben. Maar dus CO2 is op Mars veelvuldig aanwezig, hè. Het zit in de hele dunne lucht op Mars, het dus bestaat vooral uit CO2. Maar het waterstof zal men wel moeten voorzien natuurlijk, hè. Je ziet dat er waterstofgas aan te pas komt, vrij veel ook. Dus men zal oftewel water op Mars moeten gaan splitsen in waterstof en zuurstofgas, wat toch vrij veel energie kost. Ja. Ofwel zal men waterstofgas van de aarde moeten meenemen, wat ook behoorlijk moeilijk is, hè. Je hebt behoorlijk grote, zware tanks nodig enzovoort. Dus zo eenvoudig is het niet. Nu, daar moet je dan nog eens heel wat warmte en hoge druk aan toevoegen. En dan pas zal die Sabatier-reactie verlopen zoals hier getekend. En dan krijg je inderdaad als eindproduct methaan enerzijds en water anderzijds. Het water kan natuurlijk hergebruikt worden voor andere doeleinden en het methaan als brandstof. Ja. Maar dus ja, denk je dat dat de reden is dat Elon Musk bijvoorbeeld zijn beroemde Starship, die toch bedoeld is uiteindelijk om naar Mars te reizen, dat hij daarom vooral op methaan... gelanceerd? Of, ja. Het is heel opvallend dat we in het verleden, als je kijkt naar raketten in het algemeen, hè, dat bijvoorbeeld als we kijken naar de grote Saturnus 5 raket, zoals die hier achter mij staat, ja. Dat is bijvoorbeeld een raket, als je een raket bekijkt, laten we ons daar eens even over hebben wat een raket is. Een raket is een grote cilinder met raketmotoren. Ja. Als je dat ding lanceert, ja, je moet de zwaartekracht overwinnen, je moet door die dikke atmosfeer, zeker in het begin, dat kost allemaal stuwkracht om dat ding naar boven te krijgen en je moet ook een bepaalde snelheid halen, je moet tot 8 km per seconde om in die baan om de aarde te geraken. Waanzinnig veel kracht heb je nodig. Dat is waanzinnig veel kracht, ja. Nu als je dat met één grote raket zou doen, ja, je ziet ook naarmate je brandstof verbruikt, heb je eigenlijk een gedeelte van de raket dat leeg is. Ja. Mm-hmm. Dat is eigenlijk gewicht dat je mee naar boven sleurt, dat je eigenlijk voor niks nodig hebt. Daarom is men eigenlijk van in het begin van de ruimtevaart overgeschakeld op wat we dan noemen een meertrapsraket. Dat je dus twee raketten op elkaar plaatst. Is dat onderste raket leeg, is die brandstof op, dan gooi je dat weg. En dan, hetgeen overblijft, weegt veel minder. Dus de motor die dan hier zit, en je zit dan al op 80 kilometer hoogte, dat is veel minder zwaartekracht. Je hebt die wrijving met de atmosfeer niet meer. Die motor kan veel minder krachtig zijn. Plus ook het gewicht dat je dan nog verder moet stuwen, je bent letterlijk van een hele last van af. Ja, ja, ja. En het is dan zo dat om die stuwkracht voor de eerste trap bijvoorbeeld, zien we dat er inderdaad in het verleden heel veel op die RP-1 gebruikt is. Dus RP-1, dus de raket kerosine zal ik zeggen. En dan nog eens geholpen door zijboosters, dikwijls het vaste brandstof, dus om die eerste trap enorm veel kracht te geven. Nu, de reden waarom dat men RP-1 gebruikte, dat was om dat ding vloeibaar te maken, want we maken alle brandstof die we gebruiken in de raket maken we vloeibaar, omdat het dan een veel kleiner volume inneemt. Maar RP1, om dat vloeibaar te krijgen, heb je een temperatuur van min 10 graden Celsius nodig. Oké. Dat is koud. Dat is koud, maar als je bijvoorbeeld met vloeibare waterstof zou werken, dan heb je min 250 ongeveer, dus nog iets kouder. Ik neem mijn woorden terug. Dat is duidelijk nog iets kouder. En ook voor methaan heb je nog altijd min 180 graden Celsius nodig. Ja. Dus die motoren, de materialen dat je gebruikt, zijn voor RP1 gewoon veel eenvoudiger. Ja, ja. En vanaf een tweede en derde trap, als je al hoger in de ruimte zit, dan ga je wel vaak overschakelen naar die, wat we noemen cryogene brandstoffen, dus een combinatie vloeibare waterstof, vloeibare zuurstof. Nadeel is wel, je tanks moeten wat dikker zijn, maar dat speelt zwaarder omdat je die dingen heel koud moet houden. Maar als je toch al op een grotere hoogte zit en je hebt al een kleinere raket, dan heb je niet veel meer extra gewicht. En wat dan heel belangrijk is, die performantie van die motoren in de tweede en derde trap, die zijn door het gebruik van vloeibare waterstof, vloeibare zuurstof, die ligt veel hoger dan die RP-1. Ja, dus de tweede trap kan gemakkelijker waterstof gebruiken omdat die veel kleiner is. Dat is eigenlijk de essentie. Daar komen we een beetje op. Nu, Koen, het valt mij op in uw uitleg dat het niet zozeer gaat over het milieubewustzijn bij raketbouwers. Het zijn dikwijls technische redenen. Ja, dat bestaat er eigenlijk een groene brandstof, denk ik? Bestaat er eigenlijk een manier om de rakettechnologie of om de ruimtevaart in het algemeen, lanceringen dan bedoel ik, echt milieuvriendelijk te maken? En is het nodig eigenlijk? Is het een zware vervuiler op deze aarde? Je kan inderdaad, als je naar een lancering kijkt, en dan mag, ik heb eventueel nog heel even de tijd om dat ook toe te lichten, als je een lancering ziet vertrekken, zoals hier op de achtergrond, je ziet enorm veel rook ontwikkelen. Ja. Ja. Is het rook? Maar dat is het net. Okay. Het is allemaal geen rook. Dit is allemaal niet rechtstreeks van de raket afkomstig. Wat gebeurt hier eigenlijk? Wel, een raket maakt bij vertrek enorm veel lawaai. Als het hogerop stijgt ook, maar in het begin maakt het zodanig veel lawaai, dat botst tegen de grond. Geluid, lawaai, dat zijn trillingen. Die trillingen laten de raket uiteindelijk vibreren en het kan dus zijn dat door het eigen lawaai die raket gewoonweg zal kapot trillen. Okay. Een manier om dat geluid te dempen is door daar water onder te spuiten. Maar natuurlijk op het moment dat je die motoren aansteekt, vuur en water, daar gebeurt er iets, dan verandert al dat water eigenlijk, dan verandert al dat water in stoom. Je ziet dat ook, moet maar een keer op letten als je lancering ziet, die wolken die blijven op de grond. Het water dat we daaronder spuiten, dat gaat niet mee naar boven. Dus je ziet meteen dat die wolken enkel op de grond blijven. Ja. Oké, dus op de grond wordt een wolkje gevormd, hè? Niets aan de hand. Ja. Maar wacht, is het de vraag was eigenlijk, is het nu ook een grote vervuiler op onze aarde en is men op zoek naar milieuvriendelijke alternatieven? Dus het probleem met methaan en met die RP1 is dat die inderdaad redelijk veel CO2 achterlaten. En CO2, dat ligt nogal gevoelig. Het broeikasgas. Ja. Bij vloeibare waterstof, vloeibare zuurstof hebben we dat niet, want daar komt uiteindelijk maar snel water dat eruit komt, dus dat is al veel minder erg, neem ik aan. Maar als je dat vergelijkt met de globale uitstoot van CO2 wereldwijd, om bijvoorbeeld een idee te geven, die globale uitstoot, de luchtvaart heeft een uitstoot van de globale, een aandeel van 2,4%. Van alle uitstoot die de mensen veroorzaken, Oké. Als je naar ruimtevaart kijkt, dan moet ik altijd aan Contador denken van x aantal jaren geleden, de UN, het is 0,000059. Dus dat is, in verhouding is dat miniem. Hè? Dat is zo'n, anders uitgerekend zou dat bijna een factor zijn, 40.300 keren meer in de luchtvaart dan in de ruimtevaart. Wat eigenlijk betekent, als je de luchtvaart 1% properder zou maken, je veel meer CO2, of veel minder CO2 uitstoot dan jij zou krijgen als je gewoonweg heel de ruimtevaart zou afschaffen. Oké, dus we moeten alles een beetje in perspectief blijven zien natuurlijk. Ja. Goed, het verbranden van brandstof, hè, dat is één zaak. Maar er zijn nog wel milieuproblematieken die met ruimtevaart kunnen gepaard gaan. En we zullen eens kijken, want een raket bouwen is veel meer dan ze vullen met brandstof natuurlijk. Hè. Laten we eens kijken naar video nummer 2 om te zien wat er nog vervuilend is aan zo'n raket. Zit de milieuproblematiek van raketten dan enkel in de lancering? Helaas was het maar zo simpel, want je moet zo'n ding ook produceren natuurlijk. En in de meeste raketten tot hiertoe gaat er een waanzinnige hoeveelheid staal en aluminium. En om staal en aluminium te produceren komt er, raad eens, heel veel CO2 vrij in de atmosfeer. Bijvoorbeeld van de mythische Saturnus 5 maanraket, 110 meter lang, bleef enkel 3 meter capsule over waarin de astronauten zaten. Al de rest ging verloren. Dat is toch wel een heel extreem voorbeeld van een wegwerpmaatschappij natuurlijk. En dus gaan bedrijven als SpaceX en een Rocket Lab uit Nieuw-Zeeland op zoek naar duurzamere alternatieven. En die hebben ze gevonden in de vorm van de herbruikbare raket. Jawel. Zij lanceren raketten die nadat ze de nuttige lading in hun baan hebben gebracht, terugkeren naar de aarde, daar landen en dan opnieuw gebruikt kunnen worden. Rocket Lab probeert dat zelfs in het duurzame, maar vele lichte en ijzersterke carbonvezel. U ziet, er beweegt dus wel wat in de ruimtevaartindustrie. Ja, Koen, Maaike zegt dus eigenlijk dat het produceren van een raket, de hardware, nog erger is dan het verbranden van de brandstof. Ja, maar opnieuw heb ik gekeken, die brandstof, die uitstoot van CO2, daarvoor de brandstof lag misschien enorm hoog als je dat eigenlijk naar de ruimtevaart kijkt. Als je dat globaal bekijkt, verdwijnt dat bijna in het niets. Ja. Dat geldt uiteraard ook voor de productie. We gebruiken veel aluminium, wat inderdaad een grote CO2-uitstoot geeft. Maar het verbruik van aluminium voor een raket te bouwen is ook weer verhoudingsgewijs met de globale fabricatie van aluminium, stelt dat ook op zich weer eigenlijk niets voor. Oké, in perspectief geplaatst, globaal gezien is het misschien inderdaad eerder onbelangrijk. Maar het blijft toch goed om te gaan kijken naar een milieubewuster manier van aan ruimtevaart te doen. Nu, dan is herbruikbaarheid, denk ik, het codewoord. Maar ik vraag mij af, herbruikbaarheid, is dat nu echt zo nieuw? Want eigenlijk de Space Shuttle was toch ook herbruikbaar? De Space Shuttle was gedeeltelijk herbruikbaar, omdat die grote bruine tank, die de vloeibare zuurstof, vloeibare waterstof bevatte voor die drie hoofdmotoren van de Space Shuttle, de Space Shuttle Main Engine, zoals men die dan noemde, die ging inderdaad verloren. En die kwam dan bijna mee in een baan om de aarde, die werd dan gedropt en die brandde dan op in de atmosfeer. Die twee witte boosters, die waren na 2 minuten al uitgebrand en die gooiden me weg, maar die kwamen inderdaad met parachutes neer. En uiteraard dat ruimtevliegtuig, daar zaten die boosters kwamen met parachutes neer? Ja. Werden die herbruikt dan? Die vielen in de oceaan en die werden herbruikt. Ah, ja. Dat zijn een aantal segmenten die men op elkaar stapelt. Ja, wist ik niet. En die worden dan gekuist, omdat die uiteraard in zout water hebben gelegen, dus ook komt een aantal behandelingen aan te passen. Maar die werden opnieuw gebruikt, Ja, maar de shuttle zelf werd ook volledig hergebruikt. De shuttle uiteraard, want daar zat de astronaut in, dat was wel heel belangrijk dat dat heel uit terugkwam. Ja, juist. Maar het is niet altijd gelukt. Dat systeem was dan wel herbruikbaar voor een gedeelte. Als je dat kostentechnisch, economisch zou bekijken, was dat een complete ramp. Dat systeem was eigenlijk, zeker voor die tijd, technologisch veel te complex, veel te ingewikkeld. Eigenlijk waren we op dat moment technologisch, naar raketmotoren, constructie, wat weet ik wat allemaal, niet helemaal klaar om dat soort van goedkopere raketten te bouwen. En dat is iets dat SpaceX met zijn Falcon 9 raket wel voor gezorgd heeft. Zij hebben letterlijk op alles toegekeken om het zo goed, uiteraard betrouwbaar, want dat is wel heel belangrijk voor een raket, dat ze niet om de haverklap ontploft. Dus ten eerste, het moest betrouwbaar zijn, maar het moest ook goedkoop zijn en het moest herbruikbaar zijn. Nu, je ziet hier een Falcon, de eerste trap terugkomen, in het geval van een Falcon Heavy, die zijn eigenlijk 3 Falcon 9's naast elkaar. Ja. En het is enkel de eerste trap die dus terug naar de aarde komt en die dan mooi op land landt ofwel ergens op een platform in het midden van de oceaan, afhankelijk van de lancering. Die wordt inderdaad opnieuw gebruikt. Tuurlijk, dus want, om nog een vergelijking te geven, de kost van de brandstof in een raket is minder dan 1% van de totale prijs. Dus door die eerste trap te kunnen herbruiken, gaat de prijs van een lancering natuurlijk sterk naar beneden. Dus herbruikbaarheid is toch echt wel, echte herbruikbaarheid is toch echt wel nieuw, hè? De laatste 3-4 jaar. Ja. Mag ook wel niet vergeten, want dat wordt vaak in het verhaal wel vergeten. Dat is als we opnieuw naar die Falcon 9 kijken. En uiteindelijk heb je 2 trappen. Dat is die eerste trap en dan heb je die tweede trap. Die eerste trap die landt inderdaad terug op aarde. Die wordt ergens op 80 kilometer hoogte wordt die afgegooid. Die komt dan mooi terug. Die tweede trap, die vliegt met een nuttige lading, met een satelliet of wat dan ook, die vliegt wel tot in de ruimte, want die moet die satelliet in een baan om de aarde brengen. Die tweede trap komt dus mee in een baan om de aarde, en om die te laten terugkomen, laten we gewoon zeggen, we kunnen in detail ingaan, maar daar hebben we de tijd niet voor, maar als je dat zou bekijken, dat wordt veel te moeilijk om dat ding heel laat naar beneden te laten komen. Die brandt dus gewoon op. Als je dus bekijkt dat SpaceX, laten we zeggen, een 40-tal lanceringen per jaar zou willen doen, dan heb je inderdaad die eerste trap die herbruikt wordt. En dat is al een eerste trap die al 6 keer gelanceerd is en 6 keer teruggekomen, wat bijna een record is. Maar die tweede trap gaat wel altijd verloren. Dat wil dus wel zeggen dat jouw productieproces erop moet voorzien zijn dat je bijna elke week zo'n tweede rakettrap... En misschien nog een paar andere onderdelen ook, hè? De neuskegel bijvoorbeeld, die wordt ook ergens op tussen de 80 en de 100 kilometer afgegooid. Dat is nog laag genoeg. Daar slaagt men bij SpaceX ondertussen ook in om die neuskegel, die dan in 2 helften uit elkaar valt, om die met behulp van parachutes ook eigenlijk te gaan hergebruiken. Goed, wat ook een besparing is van verschillende miljoenen dollars. Maar wat je vertelt is toch dat herbruikbaarheid uiteindelijk niet 100% is en ook nooit zal zijn waarschijnlijk. Ik vermoed van niet. Ook bijvoorbeeld, we hebben daar straks ook het voorbeeld van Jeff Bezos aangehaald met Amazon. Ja. Ja. Die is daar een nieuwe raket aan het bouwen, de New Glenn. In eerste instantie hebben ze ook gezegd, ja, we gaan onze tweede trap ook opnieuw gebruiken. Dat is ook allemaal al begraven, dat is gewoonweg te complex op dit moment om dat te doen. Dat heeft te veel gevolgen naar extra brandstof, extra gewicht, want je hebt dan meer hitteschuld nodig en dat soort van zaken. Het is allemaal dan weer niet zo eenvoudig als het soms lijkt. Ik snap het, maar herbruikbaarheid is toch wel een beetje revolutionair de laatste jaren, dat kan je toch wel zeggen. Nu, wat mij een beetje zorgen baart, Koen, is als dat nu echt doorbreekt, gaat als het ware de consumptie van lanceringen enorm aan toenemen. Want het wordt veel goedkoper, het wordt veel efficiënter, het wordt zelfs wat milieuvriendelijker. Maar gaat dat effect niet zorgen voor een soort ontploffing van die consumptie van raketlanceringen? En dus krijgen we misschien wel een veel te groot aandeel van ruimtevaart in de uitstoot van broeikasgassen en dergelijke meer. Er is buiten de herbruikbaarheid van raketten, en dan heb je in zekere zin, als we dubbel zoveel gaan lanceren, hebben we natuurlijk een dubbel zo grote uitstoot. Ja. Maar ondertussen is er ook een andere technische evolutie bezig. De satellieten die we lanceren worden kleiner en lichter, dus een zekere miniaturisatie daar optreedt. En dan kunnen we eigenlijk met één raket veel meer satellietjes in de ruimte brengen. En je ziet dat er zijn raketten die soms 60 tot 70 satellieten tegelijkertijd lanceren. Ja. SpaceX zelf, om zijn constellatie van Starlink uit te bouwen, lanceert 60 satellieten per keer. Ja. De concurrentie, OneWeb, die kunnen er maar 30 tegelijkertijd. Die hebben dus al 2 lanceringen nodig om dezelfde hoeveelheid te lanceren als SpaceX. Dus daar zie je ook dat die miniaturisatie heel belangrijk wordt naar hetgeen dat je in de ruimte brengt. Ja, ja, goed. Dus desalniettemin, Koen, blijf mij de vraag stellen, ja, als altijd maar meer raketten zullen gelanceerd worden vanwege de herbruikbaarheid en de efficiëntie, komen we dan toch niet te gevaarlijk in de buurt van die grote uitstoot die bijvoorbeeld luchtvaart op onze planeet veroorzaakt? Ja, als je die 0,0059% verdubbelt, dan is dat natuurlijk nog altijd niet veel. Mag je zelfs verdierdubbelen? Okay. In zekere zin wel. Maar bijvoorbeeld, we hebben gezegd dat SpaceX met zijn Starship gaat overschakelen naar methaan. Methaan zorgt voor een CO2-uitstoot, tenzij, we hebben het daar straks ook al aangehaald, dat Sabatier-proces, dat kunnen ze op de aarde ook gebruiken. Ja, ja. En het is blijkbaar op langere termijn wel de bedoeling dat SpaceX dan ook, omdat ze zo vaak gaan lanceren, dat ze hun eigen methaan zouden gaan produceren. Ja. En dan haal je CO2 uit de lucht, die er dan later terug opnieuw in dumpt. Ja, ja. Maar dan heb je eigenlijk een circulaire economie, zal ik het zo maar noemen. Ja, ja, ja. Je gebruikt wat je er eigenlijk opnieuw uitgooit. Dus dat is een beetje manier, wat we hopen misschien. Hè? Dat is hetgeen dat we een beetje hopen, ja. En dan ondertussen wordt het proces geoefend, want men wil het later wel op Mars gaan gebruiken om terug te kunnen keren natuurlijk. Maar, daar zit, zoals je daar straks zegt, je hebt warmte nodig, je hebt energie nodig. Dat betekent ook dat we daar, ook hier op aarde dan trouwens, die energie moet ergens vandaan komen. Dus Elon Musk heeft zijn eigen zonnepanelenfirma, Solar City en dat is. Dus hij zit daar ook weer goed, zal ik maar zeggen, op dat vlak. Maar op Mars moeten die zonnecellen er ook wel geraken, moet je wel die energie opwekken om heel dat proces. Want het gaat niet om kleine hoeveelheden, hè. Je hebt wel redelijk wat liters methaan nodig om zo'n raket, al is het dan van Mars, waar je toch een derde van de zwaartekracht hebt die van aarde, dubbel zoveel als op de maan. Je hebt toch wel wat stuurkracht nodig, je hebt toch wel een krachtige motor nodig om terug op te stijgen. Dus dat gaat ook niet van vandaag op morgen gebeuren. Er is dus wel nog wat ontwikkelingswerk nodig in verband met het oogsten van zonne-energie bijvoorbeeld. Hè. Hier op aarde hebben we dat nodig voor alle sectoren, zeg maar. Ja. Maar daar zal de ruimtevaart mee van profiteren. Eerst op de aarde en nadien misschien ook voor Marsmissies of maanmissies. Hè? Ja. Nu, heel veel studiewerk dus. Er zijn ook enorm veel mensen die in de ontwikkeling werken in ruimtevaart. En die enorm veel mensen, waar mensen zijn, is er ook weer vervuiling en uitstoot. Hè? Dus heel die sector van de ruimtevaart gaat eigenlijk ook niet alleen maar over brandstof verbranden en over rakethardware maken of andere hardware maken. Het gaat eigenlijk ook wel over heel de werkgelegenheid die erachter zit en die enorme hoeveelheid mensen, die dikwijls heel veel internationaal werken en dus heel veel reizen. Laten we misschien eens kijken naar de volgende video, want het gaat erover Omdat... Het probleem gaat nog verder. Al die raketten brengen satellieten naar de ruimte of in een baan om de aarde. Al die data van die satellieten moet natuurlijk verwerkt worden door knappe koppen op de grond. En dus vroegen we ons af hoe het zit met astronomen en hun duurzaamheid. Wel, daar valt toch ook wel wat werk te verzetten. Want zij gaan bijvoorbeeld heel vaak ingewikkelde berekeningen gaan doen op zogenaamde supercomputers, zoals de Universiteit Gent er ook eentje staan heeft. Die dingen verbruiken ontzettend veel energie en energie, u raadt het al, creëert CO2-uitstoot. Ze gebruiken ook programmeertalen als Python. Zelfde redenering, heel veel CO2-uitstoot. En dus wordt toch wel opgeroepen in het wereldje om daar duurzaam en bedachtzaam mee om te gaan. Er waren ook Leidse astronomen die berekend hadden dat als je een online congres organiseert, je zomaar eventjes 3000 keer minder CO2 uitstoot dan het organiseren van een offline congres. U wezen dus bij deze gewaarschuwd. Ja, Koen, dus ja, een van de problemen die hier op tafel komen is dataverwerking eigenlijk. Hè? De rekenkracht van computers. Ja, wat is de evolutie in verband met data in de recente ruimtevaart? Dus, hebben we daar problemen mee op vlak van milieuproblematieken? Ja, data heel algemeen weer. Mensen produceren sowieso meer en meer gegevens. Denk maar gewoon aan die duiden op de computer. We zitten allemaal op YouTube filmpjes niet alleen te bekijken, maar ze daar ook ter plaatse. Denk maar aan de hoeveelheid, mijn excuses, maar er zitten ongelooflijk veel poezenfilmpjes op YouTube. Die moeten ergens opgeslagen worden. Ja. Op dat opvragen, want we kijken ze natuurlijk ook wel heel graag. Dat vraagt niet alleen je pc thuis, maar ook de servers overal. Waar dat ze ook mogen staan in de wereld, dat zijn gigantische kamers vol. Ja. Of zo het versturen van livestreams van bepaalde sterrenwachten of zo. Ja, natuurlijk. We zijn in zekere zin een deel van dat probleem. En in de sterrenkunde, sorry, in de ruimtevaart, als we aan aardobservatie doen, vroeger, in de beginperiode van de ruimtevaart, was men blij dat men een zwart-wit foto van een satelliet inderdaad op de aarde kreeg. Dat waren vaak nog filmpjes. Dat was een camera met een filmpje en als dat filmpje op was, dan werd dat in een terugkeercapsule gedaan en dan werd dat afgeschoten en dan viel dat terug naar de aarde. Dat dan, was dat meestal militair wel, maar zwart, dat dan met een helikopter moest opgepikt worden, anders stortte dat op pletten. En dan was men heel gelukkig met een wazige zwart-wit foto. En dan was men inderdaad, dat vond men dat keigeweldig. Ja. Ondertussen zijn we niet alleen naar kleur overgeschakeld, maar die dingen wordt niet langer meer met film, dat gebeurt allemaal elektronisch en dat wordt dan doorgestraald en zo verder enzovoort. Wat betekent bijvoorbeeld kleurenbeelden? Dat vraagt meer opslagcapaciteit. Het vraagt ook meer capaciteit om het door te sturen. Maar het gaat nog verder. Hè. Vroeger had je wat spectrometers, waarbij eigenlijk het licht dat de aarde uitstraalt bijvoorbeeld in verschillende golflengten gaan bekijken. Vroeger was je al blij dat je in 2 of 3 golflengtes dat licht kon ontleden vanuit de ruimte. Ja. Nu, als je naar een aardobservatiesatelliet kijkt, is dat multispectraal. Dan heb je spectraalbanden van vrij groot in vergelijking met... En er zijn ook steeds meer bedrijven die continu data aanleveren door die satellietenzwermen die men tegenwoordig maakt. Hè? Ja. Er zijn ook, naar aardobservatie toe heb je inderdaad ook het fenomeen dat we daarnet aangekaart hebben. Dus de satellieten worden kleiner. Waarom? Omdat men ze inderdaad in een veel lagere baan... Dat is een probleem dat we straks nog wel op terugkomen. Maar ja, dus inderdaad in een veel lagere baan terechtkomt. Dat betekent ook dat jouw camera's minder krachtig moeten zijn, want je zit dichter bij je doelwit. Ja? Maar met dan heel veel satellietjes te lanceren, krijg je weer opnieuw een globaal beeld. Er zijn van die constellaties die dus inderdaad elke dag de volledige aarde fotograferen. En om een idee te geven van datahoeveelheden, want daar gaat het uiteindelijk in dit stukje over. Ik heb een keer opgezocht en... Dus bijvoorbeeld, om een idee te geven, Europa, de Europese Unie in samenwerking met ESA, lanceerde de Sentinel-satelliet. In het Copernicus-programma. Ja, in het Copernicus, het grootste aardobservatieprogramma van de wereld, denk ik. Hè? Ja. En er is gisteren nog vanuit Vandenberg Air Force Space, in samenwerking met de NASA, was dat zo'n Sentinel-6 gelanceerd. Voor het onderzoeken van de oceanen, de hoogte van de waterstanden. En dat heel belangrijke data. Heel belangrijke data, ja. Maar ik heb bijvoorbeeld cijfers teruggevonden. Dus heel dat Copernicus-systeem van die Sentinel-satellieten Die hadden in 2018, was het aantal data dat zo verzameld werd, was dat ten opzichte van het jaar daarvoor verdubbeld. Ja. Dat wil niks zeggen, want 1 diskette vol en 2 disketten, uit de tijd dat we nog diskettes hadden uiteraard, 1 diskette vol of 2 diskettes vol, zoveel stelt dat misschien niet voor. Maar men spreekt dan eind 2018 over een hoeveelheid van 9,69 pB. Nu, dat was een, ik had daar nog... Ik ben al blij dat ik terabyte ken, maar... Ja, wel, het zit er niet zo ver vandaan. Okay. Ene pB is 1000 terabyte. Ach ja, ja. Oké. Okay. Maar, ja, is dat nu veel of is dat nu niet veel? Want dat gaat, daar gaat de vraag natuurlijk over. Wel, als je gaat kijken naar YouTube, als ik het goed uitgerekend heb, dan is de totale hoeveelheid aan YouTube-filmpjes, zou naar schatting 2000 pB zijn. Dus dat is... In vergelijking is dat weer bijna 200 keer zoveel. Okay. Nu, uiteraard, die data, er worden meer en meer data bijgehouden, dus dat blijft groeien. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die daar gebruik van maken. En de data zijn ook gratis ter beschikking. Ja. Het is nuttig, maar ja, dus ook, het heeft ook een zekere vorm van vervuiling. Ja. Nu, een laatste probleem die we willen aanhalen vandaag gaat over ruimteschroot. Hè. Space debris wordt dat in het Engels genoemd. Dus laten we even kijken wat Maaike daarover te vertellen heeft. Eindigt ons onderzoek dan bij de raketten en bij het fundamentele onderzoek in de astronomie? U raadt het al natuurlijk, nee, we moeten onze blik toch ook eens omhoog richten, want daar zijn toch ook problemen. Zo heeft de ESA berekend dat er ongeveer 1 miljoen kilogram aan nutteloos ruimteafval rondzweeft in een baan rond de aarde. Het gaat dan om leeggebrande rakettrappen, om kapotte satellieten en om andere kleine ruimtevaartafvalletjes. Op zich lijkt dat onschuldig, maar het maakt de kans op botsingen alleen maar groter. En bijvoorbeeld de astronauten in het ISS zitten echt niet te wachten op een botsing met ruimteschroot. Als we zo verder doen, zegt de ESA, zullen we over 25 jaar zelfs niets meer kunnen lanceren, omdat de kans op botsingen simpelweg te groot is. En dat kan niet natuurlijk. Dus gaan ESA en NASA samen op zoek naar oplossingen. Al lijkt het makkelijker gezegd dan gedaan. In datzelfde ISS, waar ik het daarnet even over had, leven permanent astronauten. En zoals het elk menselijk levend wezen betaamt, produceren die ook afval natuurlijk. Nu, de oplossing is simpel. Men propt om de zoveel tijd al die afval in een capsule en dan laat men vervolgens die capsule opbranden in de atmosfeer. Onze atmosfeer dus als een gigantische verbrandingsoven. Maar het gaat nog verder. Astronauten leven vandaag in het ISS, maar ooit stonden ze op de maan. De astronauten die daar stonden zijn zo onsympathiek geweest om al hun afval simpelweg op de maan te dumpen, waar het nog steeds ligt. Het is goed voor 1 keer uiteraard, maar in de toekomst ziet het er naar uit dat er heel wat meer vluchten naar de maan en naar Mars zullen gepland staan. En dan kunnen we het ons niet permitteren om die beide hemellichamen te bezien als een openbaar stort. Wordt dus zeker nog vervolgd. Ja, Koen, je hebt een probleem, hè? Want bij de vorige onderwerpen kon je nog zeggen, ja, de ruimtevaart is heel klein vergeleken bij sectoren zoals luchtvaart of zo. Maar ja, ruimteschroot is nu echt wel alleen maar het probleem van de ruimtevaart. Dus uw uitvlucht werkt niet meer. Nee, spijtig genoeg. Ik zal niet, dus vanaf nu zal ik zwijgen. Hè? Dat was niet mijn bedoeling. Nee, nee, maar het is dus wel degelijk een groot probleem geworden. En ik denk, Koen, misschien moet je dat eens toelichten, maar volgens mij zijn er 2 opties. Hè? Dat is het vermijden van nog meer extra ruimteschroot die erbij komt. Maar eigenlijk moeten we verder gaan en moeten we ook het bestaande ruimteschroot dat rond de aarde zweeft ergens toch wegkrijgen. Hè? Ja. Nu, gebeuren daar zaken rond? Misschien eerst even, vooraleer dat we daarover gaan praten, met nog wel even de tijd daarvoor denk ik, prima, om even gewoon te schetsen hoe groot is het probleem. Ja. Ja. En ik heb daar ook weer wat cijfertjes rond verzameld. Bijvoorbeeld, hoeveel satellieten zijn er momenteel in een baan om de aarde die werken? En dat is 2800 ongeveer. Pakt een kleine 3000. Ja. Ja. Nu, er zijn 3 keer zoveel niet werkende satellieten. Mm. En zoals je bijna zegt, een satelliet die uitgewerkt is, ja, die blijft gewoon rond de aarde draaien. Nu, die satellieten worden in de ruimte gebracht door zo'n rakettrap. Een rakettrap komt samen met de satelliet in de ruimte. Die satelliet komt dan uiteindelijk in een hogere baan, maar die rakettrap blijft rond de aarde draaien. Die kan ook niet meer naar beneden vallen, want het zit te hoog eigenlijk. In wezen, vroeger liet men die dingen gewoon ronddraaien, want ja, dat was toch geen probleem. Hmm. Tegenwoordig is dat wel een probleem en er zijn inderdaad oplossingen die we dan zelfs een keer gaan zeggen. Maar Wat is nu de... Je zegt, ja, oké, er zijn er misschien 10.000 satellieten verspreid over heel de ruimte rond de aarde. Zoveel is dat misschien nog niet, want de ruimte is groot. Het probleem is dat een satelliet die kan defect geraken. Satellieten hebben vaak batterijen en batterijen op het einde van hun leven kan al eens een keer zijn dat die kaboom doen. En dan heb je daar ineens niet één satelliet, maar hebben daar duizenden brokstukken. Dat gebeurt met die rakettrappen ook. Rakettrappen hebben vaak altijd een beetje extra brandstof. Die wordt meestal niet gebruikt. Dat draait daar in de ruimte mee rond, dat wordt warm, dat wordt koud, dat wordt warm, dat wordt koud. En op een duur zegt dat ook kaboom. En heel uw rakettrap breekt uit of wordt in duizenden stukken gebroken. Ja. Dat is een gigantisch probleem, hè, Koen, want de snelheid van zo'n satelliet in een lage aardbaan is toch 28.000 km per uur ongeveer. Ja. Dus dat is wel toch 10 keer zo snel als een kogel. Dus 10.000 stukjes die die snelheid hebben. Geen 10.000, naar schatting. Deeltjes kleiner dan 1 centimeter zouden er 128 miljoen zijn. 128 miljoen kleine stukjes die 10 keer zo snel als een kogel gaan. Hè? Ja. Plezante omgeving, de ruimte. Ja, 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 zeer zeker. Het wordt misschien wel minder plezant, maar vooral een gevaarlijke omgeving. Als je het zo bekijkt, Nu, wat kunnen we daar gaan doen? Ja. Ja, dat is dus ten eerste, als we een satelliet heeft die op het einde van zijn leven is, dat is gewoon die batterij ontladen, dat die dus niet meer kan ontploffen, dat die gedesactiveerd wordt. Ja. Voor rakettrappen kan je zeggen, oké, het minste dat je kan doen is de brandstof die er nog aanwezig is, zet gewoon het ventieltje open en dump dat maar in de ruimte. Ja. Zo'n brandstofwolk, dat is nu het probleem. Dat is het gemakkelijke deel, dat is het gemakkelijk. Je kan natuurlijk die overschot ook gebruiken om die rakettrap, die zit toch in een lage aardbaan, om die dan versneld in de atmosfeer te sturen, zodat die opbrandt, dat je er meteen van af bent. Dan ga je dat eigenlijk een beetje gaan vertragen, waardoor hij naar beneden zakt. Je gaat gewoon zijn snelheid afremmen. Ja, dus een beetje brandstof is dan wel nodig. Ja. Ja. Okay. Nu, het probleem met satellieten is, het hangt een beetje vanaf van welke baan dat ze zitten. Er zijn twee heel populaire banen. We hebben ze daar straks al heel even aangelast met Musk en die aardobservatie, constellatiesatellieten. Die zitten in een lage baan. De lage aardbaan, tussen, laten we zeggen, gemakshalve tussen de 200 en de 500 kilometer. Het gaat eigenlijk verder, maar dat is de meest bezochte baan. Daar zit momenteel enorm veel in. Ja, natuurlijk, dat zijn satellieten die de aarde van dichtbij willen bekijken. Dus vandaar dat het zo druk is. Ook voor de communicatie, als je een satelliet hebt op 36.000, dat signaal dat daar heen en weer gaat, vraagt tijd. Ja. Zit die satelliet veel dichter, gaat dat sneller. Juist, maar daarom ook, die is sneller het beeld, vandaar dat je er heel veel nodig hebt. Maar hoeveel te meer dat je er nodig hebt, hoeveel te meer dat er ronddraaien. En Musk spreekt uiteindelijk van enkele duizenden satellieten. Dus je hebt daar, als die allemaal uitgewerkt zijn, en je laat die dingen maar ronddraaien. Dus dat wordt wel gevraagd aan de eigenaars van die constellaties. Als je satelliet aan het einde van zijn leven is, zorg er dan ook voor dat die zo snel mogelijk als kan in een lagere baan komt, zodat die door de wrijving met de dampkring ook snel opbrandt. Misschien even terzijde, Koen. Riskeren we dan niet in de toekomst dat er heel veel in de atmosfeer zal opbranden en dus af en toe brokstukken op onze kop vallen? De meeste van die satellieten, dat gaat zo geen probleem zijn. Dat zijn meer die, denk ik, die raketten, die derde trap, of dus de laatste trap van een raket. Daar zitten vaak wel delen bij die de tocht door de dampkring gaan overleven. Ja. Maar als dat inderdaad gecontroleerd gebeurt, laat men die meestal ergens boven de stille oceaan opbranden. Ja. Zodanig, als er toch nog iets doorkomt, dan valt het gewoon ergens in de oceaan. Ja. Wat ik besef ook, dat is dan weer vervuiling van de oceaan in zekere zin. En dus niet met die rubberbootje midden in de oceaan, dat waren best... Nee, dan waren we toch proberen geen dingen te ontwijken. Okay. Nu, de lage aardbaan is één ding. Een heel belangrijke aardbaan is ook de geostationaire baan. Ja, ja. Dat is geen variatie, dat is echt op die 36.000 kilometer. Bekend voor de weersatellieten bijvoorbeeld. Hè? Ja, maar ook voor diegenen die thuis satelliet-tv hebben, die kennen dat zeer zeker, want die hebben een antenne en ze moeten gewoon die antenne op de juiste plaats richten. De eigenschap van een satelliet in een geostationaire baan is, als hij daarin ronddraait, dat hij even snel rond de aarde draait als de aarde rond zijn as. Wat er inderdaad voor zorgt dat als je je antenne op je satelliet richt, dat die satelliet altijd binnen jouw bereik van de antenne valt. Ja. Simpel gezegd. Maar ook daar worden zoveel satellieten geplaatst. Die mogen ook niet te dicht bij elkaar komen. Dus je krijgt eigenlijk allemaal vakjes in die baan waar ze in moeten blijven. Maar is die satelliet uitgewerkt, dan krijg je wat men noemt zombiesats. Want als die voor de brandstof vallen, dan gaan die inderdaad niet mooi op die plaats blijven, die gaan wel degelijk afdrijven. Je hebt brandstof nodig om die op de juiste plaats te houden. Je hebt altijd dus men heeft geen controle over die banen? Nee. Dus, over die zombies. Wat er, nee, die zombies, dat is zeker hoor, je hebt daar letterlijk geen controle meer over. Ja. Daarom dat men ook vraagt van, kijk, als je ziet dat jouw brandstof bijna opgebruikt is, ga je die satelliet terug naar de dampkring sturen? Nee, die 36.000 kilometer, als je die satelliet helemaal naar beneden moet sturen, dat gaat zoveel brandstof vragen. Dat gaat men niet doen. Wat men wel gaat doen, is die satelliet gewoon in een hogere baan brengen. Als je die, men heeft het allemaal uitgerekend en zo, als men die 300 kilometer hoger plaatst, gemiddeld gezien, dan zitten ze daar veilig. Dan kunnen ze eigenlijk geen kwaad meer doen aan de satellieten die daaronder draaien. Maar ik hoor je zeggen, men vraagt dan dat je dat zou doen. Maar wie vraagt dat eigenlijk? Is er eigenlijk wel een instantie die dat probleem beheert wereldwijd? Of zijn er daar voortrekkers? Zou het kunnen dat Europa daar een rol in wil hebben? Er wordt tegenwoordig, bijvoorbeeld ook in Amerika, voor die grote constellaties van satellieten, zoals Starlink bijvoorbeeld, je hebt wel degelijk een plan nodig waarbij gezegd wordt, inderdaad, als onze satelliet tegen het einde van zijn wereld komt, dan gaat hij naar beneden. En er wordt meer en meer aandacht besteed aan wat men dan noemt het space traffic management. Dus men heeft er ook iets voor de luchtvaart. Wel, er gaat waarschijnlijk iets komen. Waar dat gaat komen, dat weet ik ook niet. Maar men is daar wel mee bezig om een dergelijk orgaan op te richten dat eigenlijk het ruimteverkeer in de gaten houdt. Dat had er misschien beter al enkele jaren vroeger geweest natuurlijk. Waarschijnlijk wel. Het is een beetje een... laattijdig, maar het zal er wel komen. Het is voorlopig nog niet te laat, want we hebben nog niet geweldig veel catastrofes op dat vlak gehad. Maar het wordt wel hoge tijd dat we daar aandacht aan hebben. Toch zijn er recent gebeurtenissen geweest. Hè. Ik herinner me, ik weet niet precies hoe lang dat geleden is, enkele maanden of zo, dat het ISS zich moest draaien om botsingen te vermijden. Ja. Weet je daar iets meer over, Koen? Dat gebeurt wel meer, en nu dat specifiek, ik weet niet over welk object dat het juist ging, maar het gebeurt regelmatig. Dus al die brokstukken, groter dan 10 centimeter, die worden met behulp van radar gevolgd. Dus men kent daar de baan van. En uiteraard voor het ISS gaat men dus wel bekijken, is er een kans dat ooit een van die brokstukken in de geburen van het ISS komt, op het moment dat het ISS daar voorbij vliegt. Is dat zo, dan gaat men dat nog nauwkeurig weer berekenen. En als er inderdaad een kans is dat het ISS zo'n brokstuk gaat raken, ja, dat brokstuk is vaak niet meer te controleren, dus gaat heel dat ruimtestation een beetje uitwijken om de kans op botsing te vermijden. Ja, dat gebeurt dus inderdaad. Dat gebeurt misschien in de toekomst nog meer. Dat gebeurt soms 1 tot 2 keer op een jaar, ja. Nu, heel boeiend, maar we gaan toch hierbij moeten het onderwerp afsluiten, want we hebben voor de kijkers ook nog een klein beetje korte nieuwsfeiten uit de ruimtevaartactualiteit verzameld. Ja, dat klopt. Ja. Dus we zullen even kijken, want we krijgen dat hier zo meteen te zien. Ik heb onder andere... ik denk dat het 26 oktober was er een nieuwsfeit van de NASA en men beweerde dat er meer water op de maan te vinden was dan oorspronkelijk gedacht. Het is te hopen dat ze dat niet bedoelen, dat dat een van de drinkflessen water is die de astronauten in hun vuilzak achtergelaten hebben, want dat is dus wel effectief gebeurd. Ja. Zoals we op Maaike naar filmpje gezien hebben inderdaad, maar ja. Nu... We hebben het daarnet gehad over dat ruimtestation en mogelijke botsingen. We willen dat vermijden omdat dan er eventueel een groot lek zal ontstaan en dat willen we uiteraard vermijden, want dan verdwijnt al de zuurstof uit het ruimtestation. Nu, op 16 oktober, het was al langer bekend, maar er is een klein lek in het ruimtestation. Waarschijnlijk niet ontstaan door een botsing, dat is men nog aan het onderzoeken. Maar het gekke is dat men dat lek gedetecteerd heeft door... of met behulp van een theezakje dat men heeft laten rondzweven in het ruimtestation. Een ruimtestation kost ongeveer, welke schatting dat je ook gebruikt, maar laten we zeggen 128 miljard euro. Okay. Maar om zo'n lek op te sporen heb je dus een heel hoog technologisch hulpmiddeltje nodig van een paar eurocenten, zo'n theezakje. Ja, het theezakje was made in China, het schijnt. Hè? Dat schijnt. Dus heel goedkoop. Nu, een ander iets dat in het ruimtestation heel belangrijk is, dat is namelijk het toilet. Je kan je wel voorstellen, als je daar 6 maanden zit, en Frank de Winnen heeft dat ook meegemaakt, dat ruimtetoilet dat gaat vaker stuk als dat het werkt bij wijze van spreken. Nu, op 3 oktober heeft men inderdaad een lancering uitgevoerd en NASA heeft een nieuw toilet naar boven gestuurd dat ook vrouwvriendelijker zou zijn. Ja, we zien het hier. Hè. Het is wel $23 miljoen gekost, maar het is vrouwvriendelijk. Ja, $23 miljoen voor een toilet, maar het was de moeite naar het schijnt, want nu moeten vrouwen niet meer op voorhand kiezen of dat ze grote of kleine boodschap gaan doen. Nee, en ook grappig is natuurlijk dat dat geen wc-bril nodig heeft, dus die discussie kunnen we ook vergeten. Ja, niemand kan hem per ongeluk laten openstaan. Nee. Oké. Nog iets? Ja, tuurlijk. Nog niet zo lang geleden, op 16 november, heeft NASA voor de tweede keer op korte tijd, en dat is, daarvoor was het 9 jaar geleden, heeft NASA nog eens een keer 4 astronauten naar het ISS gelanceerd met een Amerikaans raket van op Amerikaanse bodem. Hè, de jaren daarvoor, aan het einde van de Space Shuttle, is dat via de Russen moeten gebeuren. Het is een mijlpaal. Het is een mijlpaal, begin van een nieuw tijdperk. Dat zijn 4 astronauten, zoals je ziet hier zitten, dat is ook meer dan met de Russische Soyuz, want in de Russische Soyuz konden maar 3 mensen naar het ruimtestation. Ja, je kan die vierde natuurlijk moeilijk kwalijk nemen dat hij per se mee wou, want anders moest hij de helhol van de Amerikaanse verkiezingen nog meemaken. Ja, inderdaad. Ja. Oké, kijkers, we gaan hierbij afronden. Ik hoop dat jullie plezier hadden aan deze uitzendingen en je kan ze zeker herbekijken op onze website. Bedankt Koen, bedankt Maaike, Vincent en ikzelf was Pieter. Jo. Dag.